Jawel, jawel. Goed, jongens. Welkom allemaal bij deze stream van de E-Divisie. Dit is even wat nieuws. Een nieuwe omgeving. Jullie zien nu mijn Ultimate Team scherm. Dat is eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Dat zijn kleine spoilertjes voor mijn eigen Weekend League. Maar vandaag is het tijd voor de allereerste E-Divisie Open Series. De allereerste editie. En ik ben een beetje in afwachting van onze pro, van onze topvoetballer Ralf Seuntjes. Superspits van VVV natuurlijk. En hij gaat proberen hier in de stream te komen, dat we hem ook echt zien daadwerkelijk. En dan gaan wij, als het goed is, lekker even een warming-up potje spelen. En dan gaan we daarna verder met het toernooi. Het toernooi van de E-Divisie Open Series. Ik ben benieuwd naar jullie, wat jullie allemaal aan het doen zijn. Of jullie alleen gaan kijken vandaag, of dat jullie zelf ook echt meedoen. Jason Glas is gewoon eventjes lekker aan het kijken. Kijk, de pro Jason Glas is alleen nog maar de echte allergrootste real-life podiums gewend natuurlijk. Het toernooi is al ziek lang bezig. Klopt, Jason. Maar ik stroom later in. Ja, anders is de kans te groot dat ik natuurlijk al eruit vlieg. Nee, dat gaat elke keer zo. Het is ook niet leuk misschien om echt 8 rondes te laten zien. Maar nu gaan we zo richting de knock-out fase. En kan ik er straks in stromen. En datzelfde geldt dus voor Ralf Seuntjes. Ik ga eventjes checken of hij inmiddels al een beetje kan joinen. Dat wordt nu allemaal geregeld. Goed, zo hoor je ook een lekker muziekje op de achtergrond. Misschien niet heel hard. Komt omdat hij ook zelf bij mij binnenkomt. Maar we gaan er gewoon lekker een leuke stream van maken, jongens. Even kijken of we dat voor elkaar gaan krijgen. Hebben nog mensen mooie dingen gepakt deze week, jongens? Ik heb te veel mooie dingen gepakt de laatste tijd. Het is eigenlijk niet eens leuk meer. Nee, het is heel leuk. Het is gekkenhuis bij Weiland de laatste tijd. Ja, leuk. E-Divisie geeft ook aan hier in de chat al dat inschrijven voor de aankomende toernooien nu ook al kan. Dit is de allereerste. En we gaan dit veel vaker doen. Dus maandag is er gewoon alweer een volgende Open Series. En daar kun je je gewoon nog voor aanmelden. Aanmelden kan volgens mij vanaf 1 euro. Dat zijn donaties voor het goede doel. Allemaal in strijd natuurlijk tegen het virus. Maar alleen maar leuk als jullie bij die volgende toernooien ook meedoen. Kai Havertz fit birthday gepakt, zegt Niels Brons. Kijk, dat zijn ze, jongen. Dat zijn de echte packies. Echt onzin dat alleen de eerste plaats doorgaat, zegt Lucas. Ja, we moeten meteen het kaf van het koren scheiden, jongen. We moeten meteen allemaal toppers in de knock-out fase hebben. Ja, het is streng, het is moeilijk, maar ik denk juist ook wel leuk. Eens even kijken wat we allemaal al kunnen zien. Op de pagina van Challenger Mode kunnen we hier de pools zien. Ik zie toch al een paar overtuigende jongens. Rick Boom heeft 3 keer gewonnen in zijn poolfase. Lord Snuffel. Die is laatst eerste geworden in de Weekend League. Eerste van de wereld. Die heb ik hier langs gehad. Niet hier, maar die heb ik in mijn hok langs gehad. Lord Snuffel ook gewoon bovenaan zijn poeltje. De pools gaan al hartstikke snel, zie je. 1 is Barros van FC Twente. Speelt ook gewoon mee. In groep I zit hij. 3 wedstrijden gespeeld, 3 wedstrijden gewonnen. Larsie, Tijn Lagerwij. Juri Monen is ook een bekende naam bovenaan zijn pool. En sommige pools die zijn zelfs volgens mij al afgesloten. Die zijn zo'n beetje klaar. Lars Willemsen ook alle 3 zijn poolwedstrijden gewonnen. Dus er zijn echt veel pools, joh. Groep. Zo, kijk dan. Groep Z en dan zijn er nog meer pools. Er zijn er nog 6 pools. 32 pools. Het is echt helemaal vol. Leuk hoor. Echt heel leuk. Balen dat het alleen PlayStation is. Ja, wie weet. Als er echt een keertje genoeg inschrijvingen kunnen zijn voor Xbox, dan sluit ik niet uit dat dit ook op Xbox gehouden kan worden. Maar echt 90% van de Nederlandse FIFA-spelers die zit nu eenmaal ook op PlayStation. Dus dat is lastig. PlayStation is gewoon verreweg het meest populair. Bassie Stent is in de chat. Hij verwacht veel van mij, ja. Wat verwacht je, Bassie? Ik doe grote namen mee, hè? Vergis je niet. Ik stroom volgens mij in de ronde van de laatste 32. Ja, er zijn natuurlijk 32 pools en daar gaan de nummers 1 van door. En in die ronde stroom ik dan daarbij in. Dus ja.
Het wordt interessant. Het wordt interessant. Als ik twee rondjes doorkom, dan zitten we in de kwartfinale. Dat zou toch ook wel leuk zijn. Dat zou echt heel leuk zijn. Maar Bassie, doe jij mee? Doe jij eigenlijk mee, Bassie? Jij moet wel gewoon even meedoen, toch? Sowieso bij een van de komende toernooien. Ik denk dat jullie Bassie sowieso een keertje gaan zien als streamhost. Ik ga dit niet elke keer doen. Jullie gaan veel meer E-Divisie gezichten voorbij zien komen die dit gaan hosten op het kanaal van E-Divisie. Maar als hij gewoon mee zou doen, dat zou helemaal geweldig zijn. Wat zegt Glassoe allemaal? Zit het fenomeen weer achter de E-Divisie knoppen? Wie, bedoel je mij of bedoel je iemand anders? Ik denk dat je iemand anders bedoelt. Bassie. Ja, Bassie, ik ben het helemaal met je eens. Je geeft me zoveel zelfvertrouwen weer. Bassie zegt, je bent ook een grote naam, vergeet dat niet, hè. Ik weet gewoon die heerlijke bijsmaak waarmee Bassie dat zegt. Maar ik geniet ervan. Ja, het wordt leuk, jongens. Ik heb ook tegen E-Divisie gezegd, jongens, ja, ik wil dit wel doen, maar het wordt zweten. Het wordt zweten. Er zijn zoveel goede talenten en goede e-sporters. Dus dit wordt echt zweten voor de veteraan. Maar des te leuker, denk ik, want ik ga geen gemakkelijk potje krijgen. Er gaan alleen maar nummers 1 door. Dus je komt sowieso tegen iemand die al een goed gevoel heeft, die er lekker in zit. Man, dat is niet misselijk. Even kijken wat we nog even moeten gaan doen. Zo, nu zien jullie het logootje ook wat mooier in beeld van de E-Divisie Open Series. Vette naam ook, hè? De Open Series. E-Divisie Open Series. Trouwens, wat ik nog wel even moet doen. Is een mooi team maken. Dit zijn wel spoilers, jongens, voor hoe mijn ploeg eruit gaat zien. En we wachten dus eventjes op de main man. De main man, Ralf Seuntjes, die gaat hier gewoon joinen. Daar ga ik even een potje tegen spelen. En Ralf gaat ook het toernooi in daarna. Dus we gaan gewoon Ralf straks eerst even spreken, een beetje lachen. Ik laat jullie vast eventjes het scherm zien van de splitscreen. Want ik moet even een team gaan maken. En het is niet de bedoeling dat jullie allemaal nu straks gaan zien hoe mijn team eruit ziet. Ik heb net mijn team gebouwd op basis van wat mensen allemaal hebben gezegd. Voor de mensen die geen idee hebben, misschien hebben jullie naar mijn video's kijken, die kans is natuurlijk zeer aanwezig. Ik heb echt hele gekke dingen gepakt de laatste dagen. En ik heb eigenlijk aan alle kijkers gevraagd of ze wilden helpen met het bouwen van onze nieuwe ploeg. En dat is echt een wereldploeg geworden. Maar ik moet nog wel eventjes mijn ploeg voor vandaag bouwen. Voor de E-Divisie Open Series. Dat gaan we even doen. Kijk. De regels. Pa. 85 of lager. As shown in game at the start of the match. Oei. Oei. Dit wordt pittig, jongens. Oké. Ik ben nu mijn ultimate team aan het opstarten. Ja. Oké. Leuk hoor. Wel leuke, het zijn leuke restricties, jongens. Ja, de Son of God. Die gaat hier straks verschijnen, jongens. Ik moet best wel veel schermen in de gaten houden. Dus neem me niet kwalijk als er soms even wat rare dingen gebeuren. Nick Kooijman, yes, accept. Dat zal de man zijn. Kijk eens, daar is hij. Daar is hij, joh. Hoor jij mij? Ik hoor jou niet. Hoor je mij niet? Maar dat ligt misschien hier aan, dat weet ik niet. Ja, ik heb geen... Kun je eens wat zeggen? Nee, ik hoor jou. Hoor jij mij ook niet? Ik hoor jou wel. Oh, je hoort mij wel. Ik jou niet. Nee, dat is het enige. En waarschijnlijk... Kijk, je bent ook al in beeld voor de mensen, dus dat is wel leuk. Jij zou wel te horen moeten zijn. Ja, ik heb alles gewoon geaccepteerd. Dus. We gaan sowieso jou even een mooi geel omleidingje geven. Even kijken, waar zit dat hem in? Nick Kooijman, maar is Ralf Seuntjes, hè? En nu? Ik heb op zijn... Hoor je mij nu? Ik hoor jou heel zacht, dat is het. Ik ga de muziek gewoon even uitzetten. Oké. Okay. Ja, ik hoor jou echt heel zacht. Even kijken. En ik denk de mensen thuis ook, maar ik kan ook even mijn eigen geluid sowieso wat harder zetten al. Ik zet hem wel even close-up. Ja, nu hoor ik je goed. Lekker zeg.
Ja, ik hoor je goed. Ja. Het lag ook een klein beetje aan mijn eigen instellingen. Hoe is het, jongen? Ja, het gaat heel goed. Het gaat heel goed. Ja? Ik word mezelf dubbel. Ja, jongen, ik ben een technisch wonder, hoor. Daar ga je nu achterkomen. Nee, hoe is het met jou? Wat leuk dat je meedoet sowieso. Ja, man. Ja, Nick Kooijman appte me. Dus ja, ik ben altijd wel in voor een spelletje. Ja, en, die heeft je eigenlijk overgehaald. Of dat niet? Nee, ja, niet overgehaald. Hij weet dat ik sowieso hier wel van ben, man. Dus ik heb hem ook bedankt dat hij aan me dacht. Goeie gozer. Ja, heel leuk. Maar we vinden het heel leuk dat je mee wilt doen. Heb je al een team gebouwd, of niet? Ja, ik moet eerlijk zijn. Ik heb pas een week FIFA 20, man. En ik heb het team van Johan Thomas gefixt. Wie heb je Daar speel ik mee. Het team van? Jordi Thomassen van Helmond. Hij speelt bij Helmond. Ik heb zelf geen fut, man. Meen je? Maar hij heeft zeker een bizar goed elftal, of niet? Nee. Want je mag maar 85 rating. Je bent op de hoogte. Nee, je bent echt ziek goed op de hoogte. Oké, kijk. Dit is, je bent bijna beter voorbereid. Wat zei je? Nick heeft me heel goed ingelicht, man. Dus hij heeft ook een beetje hoe ik mijn systeem moest neerzetten. Dus ik hoop dat helpt. Klasse, hoor. Ik moet nog heel veel snel mijn team bouwen. En dat kan ik eventjes niet hier op het grote scherm doen. Dus ik ga heel snel een team bouwen. En dan kunnen we zo spelen. Maar waar zit je? Zit je in de omgeving Venlo daar of niet? Nee, ik zit in Doetinchem omgeving. Ik woon hier in een dorpje. En ik kom uit Breda. Dus ik dacht van... daar is momenteel het epicentrum. Dus ik dacht, ik ga mooi niet terug met die kleine en de vrouw. Nee, dus ik zit al een aantal weken hier, joh. Ja, want jullie zijn echt een Bredaanse familie, hè? Ja, man. Iedereen, ja. Je broertje speelt daar nog, denk ik? Nee, Mats zit in Turkije, man. Hij zit bij Genter Birklin. Maar daar ligt het momenteel ook helemaal stil. Dus zonde. Ja, waar niet, hè? Waar niet. Ja, en jij bent verhuurd aan de Graafschap? Nee. Ik heb een contract getekend. Ik ben weggegaan bij Venlo. Je bent echt weg bij VVV. Dus eigenlijk heb je helemaal geen connectie meer met Nick. Alleen nog wel gewoon dat jullie elkaar spreken. Ja, we spreken elkaar gewoon geregeld. En hij was ook bij mij nog een video opnemen. Die is helaas... is hij niet op de tape komen te staan. Dus die moeten nog even keer op de tape komen doen. Oh, dat is klote. Ja, dat gebeurt af en toe, dat soort dingen. Even kijken, hoor. Ik moet even een goede ploeg bouwen. Maar ik heb wel... ik heb natuurlijk ook bizarre spelers hier zo. Ja, jouw team is waarschijnlijk veel te goed. Ja, mijn team is veel te goed. Ik heb Dumfries. Donnarumma. De Ligt. Koulibaly. Alexandro. Oké, en welke De Ligt? Matthijs De Ligt. Ja, met zo'n ster. Wat is dat? In vorm of... met een ster. Even kijken... Kijk, hij heeft zo'n rood-gele omheining. Oh, oké. Ja, dat is gewoon een Weekend League Rewards kaartje waarschijnlijk. Jouw camera die glitcht een beetje, lijkt het. Die heeft er niet zoveel zin meer in. Oh, nu is het weer beter. Ja, ik zit in. Ik zal zo gaan zitten, man. Is beter. Nee, wacht, kijk dan. Ik zie het inderdaad... hij komt op zich goed binnen, maar hier ziet het er heel raar uit op stream. Even kijken of ik daar iets mee kan. Want, nu is hij weer goed. Nou, oké. Okay. Ja, dat soort dingen gebeuren. Dat is mijn beetje in ieder geval, man. Koulibaly wel Champions League, heeft hij. Thomas dan? Oh, dat is een prima teampje, denk ik. Ja, de verdeling is wel goed. Volgens mij ben je weg, man. Maar ik weet niet zeker. Ik zie jou praten, maar ik hoor je niet. Nu hoor je me weer wel, denk ik. Ja, nu hoor ik je wel, man. Ja. En nu hoor ik jou ook, denk ik.
Ja, hoor je mij? Ik hoor je niet wel. Ik hoor je, wat is dit? Wacht, wacht. Hoor je me niet wel? Maar het ligt waarschijnlijk niet aan jou, hoor. Hou ik hem vast. Ja, jongens. Dus iemand ging in mijn account stond. Dus toen ging mijn beeld in één keer weg. Oké, ja. Het ging net zo goed, hè? Het was jij hoort mij wel, maar ik hoor jou niet. Even kijken waarom dat in zit, jongens. Dit is ook een volledig nieuwe manier van werken. Maar ik vind het sowieso echt heel vet dat het überhaupt... Dat het überhaupt kan. Dat we twee camera's in één stream hebben. Dat vind ik sowieso echt heel nice werken. Maar we hoorden hem net wel heel goed. En nu... Ja. En nu hoor ik je, ja. Top man, top man. Ik zeg, oké, klasse. Klasse, klasse. Ja, er ging iemand anders in mijn account. Blijkbaar daar online. Iemand van de organisatie misschien of whatever. Oké, chill, we zijn er weer. Ik schrok me kapot daar. Ja, rustig aan, jongen. Maar jij zit nou gewoon thuis? Ja, soort van. Ik zit eigenlijk bij familie. Want ja, ik ben zelf zo klein. Ik woon in Amsterdam, maar dat is zo'n klein huisje. Dus dan word je gillend gek als je daar en je video's moet maken. Je zit met je vriendin bij elkaar op de lip. En je slaapt bijna 2 meter er vandaan. Dus hier hebben we wat meer de ruimte. Ja, beter man, ja. Ja, ja. Het is toch beter te helpen, man, met dat virus en zo. Ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat lopen de komende tijd. Echt, hè? Ik denk dat we voorlopig nog niet klaar zijn, eerlijk gezegd. Nee, ja, ik heb nog niks gehoord over een piek die bereikt is. Dus dat zal nog wel even wat duren, ja, inderdaad. Klopt. Ook dat, ja. Oké, ik denk dat ik mijn ploeg bijna klaar heb. 85 graden, ik moet er eventjes voor de zekerheid nog even één keer de restricties even checken. Twee Eredivisie-spelers, dat is wel echt leuk, man. Die moet ik wel even kopen, denk ik. Wie heb jij als Eredivisie-speler? Van de Beek heb ik. Ja? En ik heb Dumfries, rechtsback. Oh ja, dat zei je net, die Dumfries. Lach, maar Dumfries normaal, maar hij is wel snel, dus dat is sowieso al een voordeel. Ja. Ah, netjes. Even kijken, deze kan ik wel gebruiken. Het wordt wel echt een beetje een geïmproviseerd elftal, zie ik. Maar ja, het gaat helemaal goed komen. Even kijken. Ja, gewoon Eredivisie-spelers. Ik ga even kijken wat ik in mijn club heb van Eredivisie-spelers. Het zou toch wel leuk zijn om een beetje goede te gebruiken, maar... Ik heb echt net echt al mijn coins uitgegeven aan... Oh ja, deze is sowieso leuk. Echt al mijn coins uitgegeven aan allerlei ongein. Oh, dit is wel echt heel leuk. Die ga ik gebruiken. Maar wat is je normale team dan, waar je altijd standig mee speelt? Ja, dat kan ik nu dus niet. Daarom heb ik nu mijn beeld even niet op mijn team staan. Omdat ik echt net mijn hele team heb omgebouwd. En dat komt vanavond in de video, dus dat mogen ze nog even niet zien. Dan praten we nergens over. Nou, we kunnen nu even nergens over praten wat dat betreft. Oké, nog één verdediger en een linksbackie. En dan ben ik er zo'n beetje. Ik ga dit gewoon doen, denk ik. Maar hoe ver is die E-divisie dan? Wordt er nog uitgezonden en zo? We waren eigenlijk net begonnen met het tweede seizoen. En we hebben het nu stil moeten leggen. Omdat we gewoon die uitzending niet meer kunnen doen. Zo heeft Nick misschien ook al verteld. We kunnen gewoon niet meer bij elkaar komen daar met 30 man met productie erbij. Ja. Maar ze waren best ver. Nick deed het goed, hè? VVV heeft heel goed gedaan het eerste seizoen. Ja, man. Ja, hij houdt me op de hoogte. Dat is mooi, man. Ik hoop ook echt dat hij het goed doet, man. Ik zeg eerlijk. Ja, een goede gozer, hè? Ja, man. Echt een popgozer. Oké, ik heb 30k om even nog twee spelertjes te halen. Dat ga ik even doen. Ja. Ah, dit wordt leuk. Maar een beetje improviseren. Maar dat wordt alleen maar leuk. Dumfries en... Die heb jij, hè? Bij elkaar 2500, man. Oh, serieus? Oh, dat is echt niks, ja. Heb jij een voorkeur voor een topclub in Nederland? Of mag je dat niet zeggen? Ajax, man. Ja? Ja, Breda is sowieso een beetje... Die hebben natuurlijk niks met Feyenoord daar. Omdat Breda zo dicht bij Rotterdam ligt, toch? Ja, met carnaval en zo komen die lastposten allemaal langs. Dus, Is dat het? Ja. Ik heb dat inderdaad vaker gehoord. Dat veel mensen uit Breda of voor NAC... Die hebben eerder sympathie voor Ajax dan voor Feyenoord. Terwijl dat in de rest van Nederland volgens mij juist niet zo is, maar... Nee, ik weet niet hoe dat komt, maar gewoon vijf broers en zeg maar, niet dat ze diehard fans zijn, maar wel een voorkeur voor Ajax, alleen Mats niet echt. Oké, die is fijn als PSV? Nee, hij is gewoon van alles, zeg maar. Maar toen Ajax zo ver in de Champions League kwam, dan vindt hij wel, daar geniet hij wel van. Lachen, man. Oké, ik ben er bijna. Ik heb hier nog eventjes Mandi die ik erin ga zetten. En dan ik heb wel een leuk elftal, joh. Ik heb een hartstikke leuk elftal. En dan moet ik dus zorgen dat hij niet boven de 85 uitkomt. Zo, dit is top. Ja, maar jij gaat me uitnodigen nu dan. Ik ga jou zo uitnodigen, ja, sowieso. Ik moet straks even nog je PSN hebben. Ik ga eventjes nog een paar mensen op de bank zetten. Die mogen niet
Wat was dat nou nog? Even kijken hoor. Die mogen niet onder de 75 zitten. Dat is het. En je team mag weer niet... Ja. Dus, oké. Okay. Zo. Hoppatee. Leenspelen is absoluut verboden, zag ik al. Ja? Leenspelen zijn verboden, ja. Heb je die? Oh ja, ja. Dat wissel ik even in. Ik heb Icons... Snap ik wel, ja. Even kijken, ik denk dat ik sowieso niet... ik kom sowieso niet boven de 85 uit, denk ik. Volgens mij ben ik er nu al zo'n beetje. Oh, nog één spelletje. Oh, hup, beoordeling 88. Oh, dat is niet de bedoeling. Wacht even. Ik moet even wat lager erbij hebben. Een paar 75 ratertjes. Ah, de stream ziet er wel goed uit. Hoe is het, jongen? Ja, hebben jullie vragen voor The Son of God? Ja, man. Vind ik sowieso echt een briljante bijnaam. Ja, ik draag hem al lang, jongen. Met trots dus. Ja? Wanneer is dat ooit tot stand gekomen? Nou ja, ik denk ongeveer 8 of 9 jaar geleden bij Den Bosch. 8 of 9 jaar geleden? Toen had ik met de supporter Mike, zeg maar, goed contact en zo. En in één keer kwamen ze met dat spandoek Son of God, man. Dus, geniaal, ja. Dan... Zelf kwam ik helemaal plat, jongen. Ik dacht, wat is dit? Ook nog met zo'n mooie engel icoontje boven je hoofd, zeg maar. En dan die vleugeltjes. Ja, ja, wat chill. Als mensen die moeite voor je nemen, zeg maar. Ja, eens. Dat is zo vet. Even kijken, ik zie jouw camera hier een beetje glitchen, maar ik weet niet hoe dat kan. Ik ga even kijken of het... Hij komt hier goed binnen, maar hier zie ik dan dat hij gek doet. Misschien dat ik dan even moet zeggen dat hij deze... Ah, nu ziet hij er goed uit. Ja, geen idee jongens hoe dat kan. Ik ga even Petje van Aanholt nog op de bank zetten. Die is 76 maar, dus dan moet het goed komen. En ja. Hoe is het met de broer van de Son of God in Turkije? Vraagt Jason Glas aan je. Hoe heeft hij het? Ja, hij heeft de laatste weken voor het coronavirus speelde hij. En had hij ook nog een assist en zo. Pakte zijn punten bij Gençler Birliği waar hij speelde. Dat is de club in Ankara, de hoofdstad van Turkije. Ja. Dus toen was hij, ja, dat was wel wat positiever, zag het er al uit. En ja, toen kwam natuurlijk het virus en de lockdown ook een beetje in Turkije. Ja. Dus ja, dat is minder. Maar ja, hij zit daar nu gewoon wel met zijn gezinnetje. Hij heeft een goed appartement. Ze kunnen in dat appartement wel bewegen in principe. En daaronder is ook een zwembad en gemeenschappelijke ruimte. Waar je in Turkije nog wel mag komen in ieder geval. Ja. Dus ja, in het begin wat moeilijk. Ja, ook met de taal natuurlijk. En, zo, wat dat Turks zijn. Daar is niks van te maken als je dat niet kan. Ik bedoel dat... Nee, dat was echt lastig, man. Dus de laatste weken zat hij er wel lekker in. En toen sloeg het noodlot zeg maar toe door het coronavirus ook. Ja, precies. Dat is voor iedereen even... Verder, over het algemeen heeft hij het wel gewoon naar zijn zin. Chill. Dat is goed om te horen. Oké, ik zit 1 rating te hoog. Ik zit nu op beoordeling 86. Ik ben bijna klaar, zoals je merkt. Ja. Moet ik deze man dan echt gaan vervangen? Dat is ook zonde. Even kijken. Hier valt ook niet heel veel meer van te maken. Want jullie zijn met 5 broers, zei je dat? Ja, we zijn met 5 thuis, man. Jezus. 2 tweelingen. Echt? Ja, man. Wat lachen, wel. Ik ben met Jesper en Mats is ook een tweeling, man. Wow. Wel echt altijd heel gezellig geweest dan. Alle 4 op dezelfde dag jaren ook nog. Dat meen je niet. Ja, man. Wat ja. Ziek, zeg. Ja, is wel mooi, hoor. Dus je ouders hadden zeg maar een beetje een vast moment dat ze... Ja. 17 april ben ik jarig over een paar dagen. Oh ja. En dan was het gewoon in één keer was het afgelopen. En dan mijn andere broer die was in oktober jarig. Dus die had wel het rijk voor zich alleen altijd. Ja, maar hij hoort er niet echt bij natuurlijk dan. Nee, ja. Oudtijdertje. Ja, precies. Oké, shit. Ik zit 1 rating te hoog. Ik moet even kijken wat ik ga doen. Ik denk dat ik gewoon een kneuze keeper op ga stellen dan. Want ik vind dat mijn veldspelers gewoon te vet zijn op dit moment. Ja, je hebt hier een heftig team. Ik heb echt een heftig team, ja. Dat sowieso. Even kijken. Keeper, goud. En dan moet het een stokbrood zijn. Of ik kan Sergio Pat erin knallen. Daar heb ik ook meteen een eredivisie-speler erbij. Maar lijkt me toch niet heel slim. Onana. Onana is wel gruwelijk, hè? Maar dat gaat net niet passen met... ik heb zeg maar... Ik heb linksback Tagliafico en linkshalf heb ik Quincy Promes. Dat zijn mijn eredivisie-spelers. Oké. Even proberen. 80-rated Fransman.
Ah, dan ben ik er nog steeds niet. Wat is dit, man? Tagliafico werd me ook geraden door Nick. Maar ik heb gekozen voor Dumfries en Van de Beek, man. Ja, Dumfries is ook wel echt goed. Ja, wij gaan zo'n showmatch spelen, jongens. Wie is dit? Vraag ik. Jongens, hey, kom eens even. Wie is dit? Dit is the Son of God. In respect, man. Ja, dat is gewoon disrespect. Ja, dat is gewoon disrespect. Kun je ze niet maken. Nou, van Arnold nog eruit dan. 76. Dan moet ik die ook nog maar voor een 75 wisselen. Dan moet ik het toch wel ongeveer zijn. En anders dan wordt het echt jammer. Dan moet ik... Hey, maar ik zag vandaag ook zomaar Bassie Steentje komt met een rap. Ja. Ja, niet voor het eerst, hè? Hey, hij klonk goed, man. Ik zeg eerlijk dat nummer. Ja, dat is leuk, hè? Ja, dat is echt knap. Dat doet hij echt knap. Ja, ik denk dat man. Misschien dat hij nog wel aan het kijken is zelfs. Hij was er net eventjes. Ik denk, als hij nog aan het kijken is, dan waardeert hij het sowieso. Hé, hey, dat was echt een goed rap nummer, man. Klonk goed in ieder geval. Ja, vind ik ook. Dat doet hij echt goed. Ik hoor ook een melding hier elke keer binnenkomen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Ik denk dat dat onze Skype is. Dat is echt niet de bedoeling. Ik ga onze Skype even uitloggen, want daar heb ik je toch niet meer nodig. Jo. Zo. Op het thee. Oké, ik ga dan maar gewoon deze man toch eruit halen. Heel jammer, maar dan gaan we die nog even kopen. En dan ben ik er klaar voor, jongens. Dan heb ik mijn team gereed voor de Open Series. En dan gaan we zo spelen tegen de Ralf Sanchez. Hoe zijn ze in het toernooi bezig? Ze zijn volgens mij best wel een eind, hè, met de poolfases. Even kijken hier zo. Ja. Oh, wij hebben allebei onze eigen ploeg natuurlijk. Onze eigen pool, zeg maar. Oh, dat hebben ze slim gedaan. Ja, wij zijn de eerste geworden, dacht ik, man. Ja, we zijn nog ongeslagen. Wij hebben het echt... We hebben het echt keurig gedaan. Ja, ja man. Ik heb ook 0 goals tegen van de benen, man. Dat is wel lekker. Niet normaal. Ik zie 3 keer 3-0 zelfs, Ralf. Ik vind het echt netjes. Even kijken. Weet je wie ik in ga gooien? Thomas Partey. Die gaat bij mij spelen. Ja? Ja, hij is een beest, man. Ja, dat is een beest, hè? Die moet even spelen. Ik had eigenlijk zijn special card die ik erin wilde zetten, maar dat ging hem niet worden, helaas. Kijken. Kan ik hier... Ja, ik ga gewoon in vorm van hem kopen. Zo. 24k heb ik nog. Is niet veel. Ik heb alles opgemaakt. En oké, hier is die 84 rated Thomas Partey. En dan zijn we er klaar voor. Kijk eens, Bassie Stent is er. Ik zie allemaal NEC. Allemaal NEC hartjes, jongens. Zijn er zoveel Nijmegenaren hier zo? Het blijkt. Het blijkt, ja. Oké, deze man heb ik nu. Dan gaan we beginnen, man. Dan moeten we elkaar nog even toevoegen en dan is het gewoon tijd. Doe. De hoogste tijd. Selectie. Ik heb één man helemaal off-camera staan, maar het maakt niet uit. Het maakt allemaal niks meer uit. Ben je zenuwachtig of heb je zoiets van, joh... Ja, kijk, ik speel tegen één van de toppers van Nederland, jongen. Dus nee, joh, al lang niet meer. Jongen. Nee, joh, maak je niet druk. Oké, ik heb mijn ploegje compleet. Dus Top. Ik ga jou even toevoegen. Je hebt mijn gegevens, toch? Ja, die heb ik. Tenminste, dat zeg ik nou wel. Ik moet er nog een coach toevoegen, zo, blijkbaar weer. Oké, doen we deze. Heb ik jouw PSN? Dat weet ik eigenlijk niet. Wat is hem? Is het Son of God of niet? Nee, ik heb die van Jordi Thomassen zitten kopen. Oh ja, tuurlijk. Jij zit op een andere, ja. Jordi Thomassen. Heb ik die gekregen? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Oh, we hebben nog 20 minuten, dus we gaan eigenlijk precies volgens de planning. Dat is eigenlijk wel lekker. Ja, jongens, we gaan dus nu eventjes... fans tegen pro's. Dat kunnen we ook nog doen. Nee, we zijn nu gewoon... bezig met een showmatch opstarten. Gewoon een warming-up game tegen de legend Ralf Seuntjes. Ja. Belangrijk vandaag is, jongens, dat de prijzenpot helemaal naar het goede doel gaat. Het is de allereerste Eredivisie Open Series. Iedereen heeft kunnen doneren vanaf 1 euro om mee te doen. En we gaan dit toernooi vanaf de round of 32, de 16e finale, gaan we straks instromen. Eerst ga ik spelen tegen Ralf. Maar hoe schrijf ik zijn PlayStation Network ding? J. Ja. O-R-D-Y. Ja. En dan T-H-O. Ja. M. Ja. Ik ga even snel naar zijn man. Als het gewoon aan elkaar is, dan zie ik hem al, ja. Dus je ziet mij nog. Jordi Thomassen, zeg je, hè? Ja, wacht. Jordi Thomassen 12 volgens mij, man. Oh, 12. Ja, ik zie hem. Ja. Oké, top. Ik heb je nu toegevoegd. Oké. Dan moet ik weer... Ja, hè? Perfect. Dan ga ik denk ik nog heel veel die game weer afsluiten, opstarten, want ik ken die. Dus ik zet je elkaar nog niet. Top.
Hey, maar het ziet er goed uit, man. Die twee schermpjes naast elkaar. Ja, man. Prima. Ik vind dat ze dat mooi hebben gedaan. Kijk eens, is het een Graafschap-shirtje. Lekker, hoor. Overal waar je geld mee kan verdienen, jongen. Dat is... ik heb je nu... Man. Ja, je hebt mij geaccepteerd, hè? Ja, man. Ja, okay, ik start heel snel FIFA af en dan weer op, want anders kun je elkaar volgens mij weer niet vinden en zo. Dat zijn altijd van die fijne dingen. Moet ik ook afmelden? Wat zei je? Moet ik ook afmelden? Weet ik niet. Misschien voor de zekerheid maar even, want dan weet ik zeker dat we gewoon straks in één keer kunnen rammen. Kut of heel FIFA? Liefst heel FIFA, ja. Kost even een half minuutje, maar dan weet ik zeker dat het goed gaat. Kun je vragen aan Zeuntjes of hij NEC een mooie club vindt? Oeh. Ja, ik vind NEC wel een mooie club. Goffert is wel een leuk stadion, toch? Het is gewoon een mooi stadion. En ja, nu zijn ze vooral bezig met talenten de kans te geven. Volgens mij staan er nu 3-1 of zo, of 4. Een rechtsback. Nog twee buitenspelers, volgens mij, geven ze de kans. Echte Nijmeegse talenten. Ja, dus dat waardeer ik sowieso altijd wel aan een club. Dat talenten de kans krijgen vanuit eigen jeugdopleiding. Ja. Je hebt daar natuurlijk wel ervaring nodig. En dat is bij NEC Rens van der Eijden, zo'n Kvila duurt al lang mee. Zeg maar. Dus dat is wel slim. Je kunt daar niet alleen maar die gasten hebben. Nee. En Sian Fleming zit hier? Ja, die zit ook, hè, nu. Ja, Fleming ook, ja. Ja. Ken ik een klein beetje uit zijn Ajax-tijd. Ja. Dus, nee, ja, ik vind dat gewoon wel een mooi stadion en een mooie club, zeg maar. En over het algemeen hoort hij natuurlijk ook gewoon in de Eredivisie thuis, vind ik. Gewoon een NEC is... Sowieso, ja. Fysieke club geweest en ja, sinds ze gedegradeerd zijn is het lastig geweest voor ze om terug te komen. Ja, hè? NEC en NAC, die horen gewoon allebei in de Eredivisie. Ik vind de Graafschap vond ik persoonlijk ook, hoor. Ja, 100%. 100%. Ja. Leuk clubje, man. De Vijverberg. Dus ja. Dat zijn ook gewoon de stadions, zeg maar, die wel aanspreken, ook denk bij de fans en bij andere clubs. Ja, 100%. Oké, ik ga mensen vanaf nu meenemen in het FIFA-scherm. Kijk, dit is prachtig, jongens. En dan zien we hier Jordi Thomassen, het account waar de Son of God op speelt. Ja, en dan doen we gewoon een klassieke wedstrijd, hè? Ja, ik ben nog niet. Ik heb nog niet opgestart. Ja, als het goed is, krijg je over enkele seconden een melding dat ik heb je uitgenodigd voor een potje. Oh, of niet. Ik krijg een van de foutmelding. Zul je dat net zien, hè? Dat het nu in de game niet mogelijk is of zo. Nee, het komt wel goed. Ja, ik denk dat hij nu moet komen, als net aan het laden. Nee, ja, die uitnodiging is niet verstuurd volgens mij überhaupt. Al uitnodiging sturen? Ja, nu komt hij. Nu moet hij gaan komen. Spelsessie aanmaken. Yes, yes, yes. Ja, daar is hij. Hoppa. Ik zie als het goed is heb je hem binnen, hè? Lekker zeg. Reden. Leuk jongens, 600 kijkers. Fantastisch. Ik ga nu dus spelen tegen Ralf. Ik moet deze scène nog doen. Trouwens, oh, ik zag dat jullie hem al zagen. Sorry, hier is die. Hier is de scène die jullie moeten zien. En dit is wat we gaan doen. Even kijken. Moet ik alleen even zorgen dat... Dit gaat goed. Wat heb je voor een mooi tenuutje? Geen idee, joh. Ik weet niet, man. Nee, hè? Chivas, denk ik. Max. En deze moet even goed kijken. Ik ben benieuwd naar jouw ploeg. Jij ziet die van mij straks ook, hè? Mensen zien mijn ploeg alleen nog niet trouwens. Maar dat gaat straks wel komen. Jullie zagen hem misschien heel kort in beeld, dat weet ik niet. Ik ben nu nog bij een klassieke wedstrijd met officiële regels. Ja, ik ook. Het doet er lang over, maar... Komt vast wel goed. En is Jordi Thomassen gewoon een vriend van jou of waar ken je die van? Ik heb bij hem bij Den Bosch gespeeld en bij de Graafschap. Hij is afgelopen winter is hij naar Helmond gegaan. Ah, kijk. Dus, de sfeer zit er al aardig in hier in het stadion. Hey, goeiedag mijn controller. Fijn wat is met je controller? Ik speel met een raar controllersysteem. Ja, druk maar even op start. Dan kun je dat even checken. Dan kunnen wij ook hier eventjes... Kijk, jullie zijn nu mijn team, jongens. Mijn nieuwe Mbappé en Cruijff spelen gewoon in de spits. Mijn Eredivisie spelers zijn dus Promes en Tagliafico. Frenkie de Jong heb ik naast Party. En Kubo hebben we daar lopen. En achterin, ja, ik heb gewoon verder Mandi en Varaan centraal. Oh, trouwens, ik moet Mandi gewoon rechtsback zetten natuurlijk. Oh, dit is helemaal mooi hoe dit uitkomt eigenlijk. Zo, doen we dit zo. Doe het toch niet zo. 4-4-2, prima joh. Ik heb geen idee wat voor tactiek ik aan heb staan. Dit is eigenlijk wel prima. Even die trainer uitzetten. Heel goed. Heb jij niet nodig, toch? Nee, man. Ja, ik ben er, man. Oké, chill. Ja, succes, jongen. Ja, jij ook succes. En virtuele ellebogen hier zo.
Oh, doe even commentaar uit, zeg maar. Sorry, ik ga sowieso het geluid van de PlayStation uitzetten, jongens. En ik ga voor jullie ook het muziekje weer even aanrammen. Dat komt er nu weer aan. Maar trouwens, dat is lastig, want als ik die muziek aanzet, dan hoor ik jou niet zo goed. Dus dat is lastig. Waar ben jij met je controller dan? Jij hebt alleen je spits, hè, nu. Oh, daar. Hé, hey, wat deed je dan? Ja, geen idee. Ik zag dat jij je spits geselecteerd had. Hé, hey, hou op, hé. Hey. Oh, ik zeg eerlijk. Als dit het niveau is van het toernooi, ben ik helemaal weg. Ja, nou, ik moet wel een beetje voor je vrezen, denk ik. Want die mensen die zijn allemaal al nummer 1 van hun pool geworden. Maar misschien heb je geluk dat diegene echt ook in een hele zwakke pool zat of zo. Of je moet gewoon even inkomen, dat kan ook. Nou, weinig inkomen, man. Ah, dit is maar geen zorgen, dit is sowieso de warm-up match. Dus dit is nog een beetje om te lachen en een beetje erin te komen. Wie heb je voorin dan? Cruijff en Mbappé? Ja, dat gaat ook nergens over, joh. Ik weet het. Hoe krijg je dan 5... Kill, dit is niet normaal. Sorry. Ik laat je even aanvallen, want je moet even warm worden. Mijn controle werkt ook niet zo goed, man. Ik zal de game audio zo aanzetten voor jullie, jongens. Komt goed. Jij loopt je controller hem te flippen? Nee, man. Smoesje toch. Ja. Met wie zit je nu allemaal thuis dan? Met je vriendin, kinderen? Of hoe groot is de familie Seuntjes daar in Doetinchem? Nee, gewoon met mijn kleine en mijn vrouw, man. Ja. Die zitten even in de douche. Ja, dan ben ik alweer weg. Ja, maar deze man is ook niet bij te houden, hoor. Die Mbappé is nog erger, eigenlijk. Die gaan allebei helemaal nergens over. Deze man, hoor. Ik krijg bij jou niet... Ik kom niet eens in de douche, man. Nee, het is ook heel irritant, ik weet het. Wauw. Hij kon al 4 keer scoren, deze man. Hoor. Ja. Ja, we moeten een beetje warm worden, joh. Komt goed. Ik ga straks even voor jullie het geluid wat harder zetten, jongens. Dat komt ook sowieso goed. Maar hoe oud ben jij ook weer, Ralf? Ik ben 30, man. 30? Ja, dan zijn we... Oh, je bent van 89 zelfs dan, denk ik. Of niet? Of ben je van... Oh nee, je bent bijna jarig. Ja, dus je bent zelfs van... Je wordt 31. Ja, dan ben je van 89. Ja, wow. Ik ga je niet afleiden. En jij? Ik ben van 92, dus dat valt best wel mee nog, maar... Dat verschil bedoel ik dan. We zijn een beetje van dezelfde generatie, min of meer. Maar dat is het nog het allerergste, Ralf. We gaan straks natuurlijk ook... Dat je komt voor 80% zeker tegen jongens uit een jaar na 2000, denk ik. Ja, die kans is gigantisch groot, man. Ja, die kans is best groot, ja. En dan word ik helemaal afgeslacht, jongen. Ja, maar ik geloof mij, ik ga zelf het toernooi ook niet winnen, hoor. Nee? Nee, dat denk ik niet, nee. Er doen echt wel wat goede spelers mee, dus... Maar wie weet, als we echt warm zijn en het... Als jij warm bent. Ja, precies. Lekker zeg. Oh! Gunnen. Nee, ik dacht, je gaat hem afgeven op die ander. Oh, dit is wel heel koelbloedig, hoor. Dat spitsinstinct is er wel. Ja, dit is lekker. Dit is goed om op te warmen voor jou. Ja, man. Drietske. Ah, normaal met... Ik doe eigenlijk nooit trucjes of zo, man. Wat zei je? Ik doe eigenlijk nooit trucjes op FIFA. Nee, is ook beter van niet, joh. Het is alleen leuk. Maar het is, ja... Het is niet nodig. Man. Ja, ik vind het zelf heel leuk. Maar het is op zich niet altijd goed. Maar voorin, als je er met paasjes niet doorheen kan komen... dan is het toch wel een extra wapen. Ja. Als je op alle mogelijke manieren weet... hoe je een bepaalde richting op kan komen... zonder dat je tegenstander eraan kan komen. Maar jij bent zelf ook niet een man van de trucjes, denk ik. Of wel in het veld? Nee, man. Verre van. Ja, dat bedoel ik. Je bent gewoon de killer. Aannemen, spelen en schieten inderdaad. Precies. Lichaam gebruiken. Aanspeelpunt. Juist. Jij scoort vrij veel met het hoofd, denk ik ook, of niet? Dat valt nog wel mee, man. Valt nog wel mee? Ja. Je bent wel 2 meter of zo, toch, of niet? Hè? Je bent wel 2 meter of zo, toch, of niet? Ja, 1,94. Maar dat valt nog wel mee, man, hoe vaak het hoofd gevonden wordt. Waar ligt dat aan dan? Ja... Ik zeg eerlijk, ik heb helemaal geen zin om een hoofdwond te hebben, man, in de wedstrijd of zo. Stop het. Als er een 50-50 bal is, dan... Dan laat je hem lekker gaan. Oh, dit is wel een aardig vrij trapje. Nou ja, kijk, als zo'n 50-50 en zo'n verdediger komt als een gek invliegen, ja. Lastig, man.
Ja, dat snap ik heel goed, man. Maar het is niet zo dat het aan de bruikbare voorzetten ligt, zeg maar. Ja, als ik hem krijg en er is geen verdediger in de buurt, dan kan ik wel poppen. Maar anders is het moeizaam, hoor. Ja, dan laat je hem lekker lopen. En ik was ook altijd zo, hoor. Toen ik jong was, een keer een ongeluk gehad. Nou, ik ben echt jarenlang, heb ik alle luchtduels gemeden. Ja? Ja, Dus jij ja. hebt dat altijd gewoon, toch? Ja, zeker. Nog steeds zelfs. Alleen ja, voor ons als amateurs is het seizoen sowieso helemaal klaar. Ja, dat laf ik, ja. Ja, maar goed joh, dat is allemaal zo onbelangrijk relatief. Het is wel jammer. Het is gewoon iets waar je wel elke week naar uitkijkt met je vrienden, maar... Nee, ja, eens. Wat doe je ook nog met die influencer-team? De Af influencer. en toe. Ik heb één keer meegedaan met zo'n wedstrijd. En we zouden eigenlijk ergens deze dagen, geloof ik, ergens deze weken zouden we weer een wedstrijd hebben. Maar dat is natuurlijk ook afgelast. Dus, Ja, joh. Dat maar dat is. is ook wel leuk, moet ik zeggen. Daar zitten ook best wel wat goede spelers bij. Er zijn wat jongens bij Bassie natuurlijk die echt goed kunnen spelen. Met zijn vrije trappie. Bassie, ja, Bassie mag alle standaard situaties nemen daar. Dat kan En hij Glenn wel. Elden doet ook wel eens mee, toch? Glenn Helder ook, ja. Ja. Dat soort gasten, daar druipt de klasse nog wel vanaf af en toe. En nog zo iemand. Arsenio of zo heet die jongen volgens mij. Ook knijtergoed. Nee, dat moet ik doen, man. Wie heb je nog meer voorin lopen allemaal dan? Ik zit een beetje te kijken. We hebben natuurlijk die teams niet gezien van elkaar, maar... Ik heb die Martinez Oh ja, van Inter Martinez. en Mertens, man. Oh, dit was wel heel arrogant dit. Ik mis het commentaar van Roelie en Slotta. Ja, inderdaad. Jullie missen Eredivisie commentaar. Dat snap ik. Ik ga zo eventjes in de audio settings even zorgen dat jullie wat horen, jongens. Van de... Ja, of geef commentaar. Of gewoon FIFA. Ja, dat is denk ik ook niet lekker als ze die Evert hier weer door ons heen horen praten. Maar Ik ben ik ga trouwens even kijken. vrij klinisch, hoor, volgens de statistieken. Wat zei je? Ik ben vrij klinisch vandaag Jij volgens de bent statistieken. klinisch, ja. Ik zei inderdaad, één schot, één goal, hè? Maar zo kennen we je. Moet ik even kijken waar we zitten? Oh, ik heb natuurlijk. Hey, maar ik zeg eerlijk, man. Jullie zitten wel echt op een heel ander level, hoor. Ja, maar Ik ja, speel ik denk. Ja. seizoenen met Bayern München. Oh ja? Ja, daar zit ik wel in niveau 1 gewoon. Ja. Eén, maar Divisie daar. 1, gewoon met online seizoenen, gewoon met echte teams, ja, Ja, oké. die doe ik altijd. Dat doe ik altijd, man. Dat is wel leuk, ja. Dat heb ik ook heel lang gedaan toen Ultimate Team nog niet zo groot was. Dat was echt leuk altijd. Maar nu, ja, nu is Ultimate Team te groot en te belangrijk eigenlijk, al helemaal als je video's maakt. Ja. Ik denk dat het echt niemand zou boeien als ik met dat online seizoen inderdaad video's zou maken. Maar het zou kunnen. Jongens, mochten jullie dat leuk vinden aan de mensen die in de chat zitten, dan laat het gerust weten. Dat is ook alweer een keer lachen om te kijken. Zo, Donnarumma. Volgens mij komen we aardig uit met de tijd straks. Dus je mag gelijk hierna, denk ik, door naar je laatste Ja. 32 ronde. Ja, dat denk ik wel. Hoe werkt dat? Ik krijg gewoon een. Op die website zie ik wie ik moet toevoegen of zo. Ja, dat denk ik. Ik hoop dat ze een beetje lief voor je zijn. Of het wordt gewoon echt geloot. Ja, waarschijnlijk wordt het gewoon echt geloot. Ik hoop dat de loting een beetje gunstig is. Hoop ik ook voor me, man. Ja. Anders is het te kort. Anders is het te kort verhaal. Ah, maar het is sowieso echt al echt lachen dat je meedoet. Ja, nee, ik vind het sowieso ook wel lachen, man. Je speelt niet vaak tegen Koen Weiland en consorten, jongen. Nou ja, maar zo voelt het voor mij ook juist. Ik bedoel, ik heb ook geen zin om allerlei voetballers lastig te gaan vallen met vragen en berichten te sturen van, joh, wanneer gaan we even een potje doen of wanneer gaan we een video opnemen of zo. Ik vind het ook juist leuk Ik vind het wel leuk, man. Ik zeg eerlijk. om tegen de goede voetballers van deze wereld te spelen. Dat is juist lachen. Want het wordt echt wel veel gespeeld nog, denk ik, toch? Door allerlei gasten uit jouw team ook, of niet? Ja, 100% man. Ja, wordt zeker veel gespeeld. Vooral het begin van de game, als die net uitkomt in september of zo. Ja, nee, ja, dan gaan ze erop, inderdaad. Nou ja. Hey jongens, ik zie wat vragen over Ralf. Het is niet Nick die daar zit, nee, dat zeker niet. Maar hij zit op het Twitter-account van Nick, hè? Dat is het volgens mij. Ja, Twitter-account van Nick, en dan kun je in deze Ja, precies. stream. Daardoor kunnen we heel mooi zijn camera hier in beeld hebben. Maar
En daardoor zien jullie de naam Nick Kooijman bij hem bij zijn camera uitstaan. Maar het is toch echt Ralf Seuntjes. 30-jarige verdette van de Graafschap op dit moment. Oh, dat is hij weer bijna. En nu is jouw klinische percentage wel wat gezakt, hè? Halveert gelijk. Ja, halveert, ja. Hoewel, ja, twee schoten wel twee op doel. Dus dat is in elk geval goed. Party. Wat hoor ik toch allemaal binnenkomen voor geluiden? Of is dat bij jou? Ja, volgens mij is dat mijn telefoon. Man. Oh, is dat jouw telefoon? Oh, ik dacht al, wat hoor ik nou toch? Ik heb net mijn Skype afgesloten. Ja, dan is dat het. Oh nee, geen zorgen hoor. Maar dan, ik dacht al, ik word gek als mensen door mij van die geluidjes horen, weet je wel. Kun je hem zo wel even uit te zetten, man? Ja, joh, rustig aan, joh. We zijn in 64 minuten. Ik weet niet hoe de gadgets werken en zo. Je bent nog minder technisch dan ik, wou je zeggen. Ja, met de computer wel en zo, man. Nee. Oh, party! Ik zeg eerlijk. Ik ga zo mijn opstelling zwaar veranderen in 6 verdedigers, man. Ja, dat kan best een goede tactiek zijn. In deze game is het best wel slim. En vooral, in dit spel worden er bijna geen voorzetten gegeven. Dus... ja, je moet de zijkant natuurlijk wel een klein beetje dicht houden rond de middenlijn en net daarachter. Dus dat die buitenspelers niet continu diep gestoken kunnen worden. Maar vooral het midden dicht houden op een gegeven moment, zeker als je zover inzakt. Gewoon zorgen dat die ene paas naar de spits niet gegeven kan worden. Dat is echt key. Dat is, als je dat een beetje onder controle hebt, ja, dan ga je wel wat extra goaltjes tegenhouden. Dus ik moet nu toch weer naar de as in dit spel. Het is niet zo dat ik vanaf de zijkant echt heel gevaarlijk kan worden. Dus ik moet hier weer naar de 16, zeg maar, naar het midden gaan breien en zoeken naar een gaatje. Maar ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan allemaal om het te verdedigen ook. Ik ga gewoon... ik klap iedereen in de verdediging gewoon. Ik ga ultra parkeren de bus gewoon. Ik loop op één counter, ik zweer het. Ja joh, gewoon doen. Tuurlijk. Ja, ik denk ook niet dat iedereen... Dat is wel zo. Ik denk niet dat iedereen zulke lijpe voorhoede spelers heeft als ik op dit moment. Dat kan ik bijna niet voorstellen. Ja, jij hebt echt een echt... bizar elftal, man. Ja, het slaat helemaal nergens op ook. Mertes, Martinez. Wie heb je daar op links lopen dan? Is dat die Kubo? Nee, dat zal niet. Dat past totaal niet in je ploeg. Wie is dit? Felipe Anderson. Oh, Felipe Anderson. Oh ja, dat is dat kapseltje. Lekker zeg! Hier, jongen. Hop. Gegund. Langs het keepertje. Maar ik zeg jou eerlijk. Als ik tegen jou op het weekend liep... in de weekend league kom, dan klik ik hem naar achter weg, want dan is het 4-0. Nou ja. Verschil moet er zijn, weet je. Als ik tegen jou op het veld latje trap ga doen, dan hoef ik ook niet te beginnen, zeg maar. Want dan ben je al klaar. Daar heb je een punt. Ja, dat is toch zo, ja. Jij bent enkel gewoon FIFA bezig altijd en streams maken en dat soort dingen. Ja, klopt. Ja, ik vind het heel leuk om af en toe anders soort dingen te presenteren. Bij Fox af en toe wat dingen mogen doen en wat kleine dingetjes op tv. En bij de Eredivisie vind ik het ook heel leuk dat je gewoon kan presenteren en commentaar geven in plaats van dat je zelf altijd maar aan het spelen bent. Ja, ik ben ook 27 en op een gegeven moment denk je ook van ja, ga ik echt de hele dag alleen maar elke dag FIFA spelen? Dat is ook niet helemaal... Nee, ja, precies, man. Ook dat voor me zie, ja. Cool, man. Wat zei ze? Om commentaar te geven. Ik had me nog een paar keer gevraagd om bij de E-divisie aanwezig te zijn. Echt? Ja, dat moeten we gewoon gaan regelen, toch dan? Nee, het was al een paar keer geregeld, maar toen kon ik niet. En nu is het dan zeg maar het virus, ja. Ja. Oh, maar dat is wel een leuk vooruitzicht. Dat gaan we wel regelen voor als we weer up and running zijn. Even kijken, jongens. Hebben jullie nog leuke vragen voor Ralf in de chat? Heeft Ralf Seuntjes niet een eigen futkaart die 99 is, wordt gevraagd? Nee, ja, dat gaat op zich niet in de game. Die heb ik vorig jaar gehad. Als je als je op mijn Instagram account kijkt, dan zul je hem zien. Ja, dat doe je slim. Even jezelf pluggen. Jongens, volg de man op Instagram eventjes. Nee. Hij is wel open, dus je kan sowieso volgen zonder probleem. Mooi toch, leuk. En lachen, maar ja. Hoe hoog stonden jullie met de Graafschap? Tweede. Tweede, ja.
Fuck man, maar oh, dat zou, hoe zuur zou het zijn? Ik heb wel veel verhalen gehoord van mensen die zeggen de top 2 van de Keukenkampioen Divisie moet gewoon promoveren. Dus in dat geval zouden jullie dus promoveren. Nou ja, kijk, ja, ineens. Eens. Hé, hey, mijn spelers zijn ook helemaal kapot, man. Ja, misschien moet je moet wel even opletten dat je conditiekaartjes erop gooit en zo. Maar dat hoeft niet met vriendschappelijk zijn, Nick, man. Oh ja, dat is waar trouwens. Je hebt gelijk, sorry. Ik zeg onzin. Hey, ik heb constant de druk aan staan, nee. Gefeliciteerd. Oh, dankjewel. Ja, ik hoop dat je met je warm bent. We gaan je volgen, hè? Ja, man. We gaan je volgen. Ik ben benieuwd. Het schema zou nu ongeveer wel bekend moeten zijn. Ik ga hier eventjes al mijn groepsapps en dingen... Als iemand tegen een team komt met 6 verdedigers, heb je grote kans dat ik het ben. Ja, precies. Ik ga me nu aanpassen, ik zweer het. Ja, dat is wel slim. Ja, ik zou vooral even bij je tactieken kijken. Waarschijnlijk is je formatie... Er is geen formatie met 6 verdedigers sowieso. Je kunt wel voor 5-2-1-2 gaan of voor 4-2-3-1 gewoon. En dan gewoon bij tactieken even zorgen dat je je diepte en je breedte zeg maar heel laag hebt staan. Dus dat je hem op 1 of 2 streepjes hebt staan. Ja, oké. Top. En dan... je hebt op zich wel rappe aanvallers, dus je kunt wel lekker een beetje counteren. Dat zit er op zich wel in. Aangepaste tactieken. Maar dan zou ik het inderdaad als ik jou was ook gewoon zo doen. Je hebt wel veel geschoten nog tweede helft, hè? Dus je bent er wel lekker ingekomen. Ja. Hey, leuk jongens, 700 kijkers, fantastisch. Ik denk dat ik moet even wat eten pakken, joh. Ik ben wat dat betreft slecht voorbereid, merk ik. Ik denk dat het schema zo'n beetje wel bekend is. Ik ga hem eventjes op een Be Right Back schermpje zetten. En Ralf, wij gaan elkaar straks gewoon spreken. Is goed, jongen. Wie weet dat we nog even een keertje inbellen of zo. Is goed. Laat me weten dat ik ben, dan ben ik ready. Helemaal leuk, man. En heel veel succes en heel leuk je even zo te spreken en even tegen elkaar te spelen. Jongens die meedoen of nog niet ingeschreven zijn, schrijf je in voor de volgende editie of vanavond knallen, man. Lekker, man. Dat is allemaal cool, dus dat is belangrijk. Heel goed, inderdaad. Allemaal voor het goede doel. Goed dat je dat even benadrukt. Wat een topper, zeg. Hey, succes en ik ga je spreken, ja? Goed, rustig aan, jongen. Oké, ciao. Ah, leuk jongens. Leuk. Ralf gaan we ongetwijfeld nog wel even spreken. Wat even belangrijk is. Ja, ik moet echt even eten pakken, joh. Ik heb echt zieke honger. Jullie willen waarschijnlijk ook mijn team zien. Ik moet echt even oppassen dat ik geen spoilers weggeef voor mijn video voor vanavond. Over mijn nieuwe ploegie. Maar hier staat nu gewoon dit teampje. Dus dat kan sowieso goed gaan. Ja, dat gaat gewoon goed. Dit is dus het team waar ik mee speel, jongens. En Mbappé helemaal niet op chemistry, maar ja... I don't know, dit is gewoon een leuke elftal, toch? Dit is gewoon een leuk ploegje. Ik mag wel eventjes hier bij mijn custom tactics even dingen regelen, denk ik. Gaan we even 1-4-2-3-1'tje maken. Ik ga gewoon precies zo spelen als dat ik in de weekend league doe, wat dat betreft. Jullie horen mij nog, hè? Ja, oké, chill. Ik ga eventjes mijn game muziek aanzetten. Dat zijn ook dingen waar ik even op moet letten. Moet Ralf tegen Levi? Nee, toch? Oei. Ah, dit wordt leuk, jongens. Ik ben benieuwd tegen wie ik moet straks, sowieso. We gaan 4-2-3-1 even instellen. Dat gaat ook lekker, jongens. Ik ben echt helemaal de weg kwijt de laatste dagen. Frenkie, Kubo. Kubo wil ik trouwens op links hebben eigenlijk, als linkspootje. Kilian hier zo. Party! Dit is goed. Dit is ook goed. Die doen we even op flank trouwens. En doen we hem even vrij spel. Voorin blijven, alsjeblieft. En vrij spel, die mag gewoon lekker zijn gang gaan. Gewoon lekker ravotten. Agressieve onderscheppingen. Oh, trouwens, nee, ik bedoel achterblijven tijdens aanval. Dat is deze. Zo. Ik heb je bek net. Nico. Tagliafico. Doe het voor mijn team. Frenkie. Party. Oh, pas. Leuk, jongens. Hoeveel weken wist je van tevoren tegen wie je moest spelen? Nou, ik weet het überhaupt nu nog niet. Dus dat gaan we zo horen. Oh shit, heb ik nou wel opgeslagen? Ja, ik ben echt niet scherp, jongens, dat je het even weet. Nee, dat heb ik niet opgeslagen. Lekker dit. Dus ultra defensief wordt gewoon 4-2-3-1. Zo. Instrucciones. Nu weten we het tenminste ook. Nee, vrij spel. Terugkomen, flank. Terugkomen, vrij spel. Achterblijven, midden. Achterblijven, overlappen. Rollen. Alles kruiven, perfect. Helemaal goed, leuk, lachen. Ja, ik hoefde geen poolfase te doen, jongens. Dat is
dat is een beetje een voordeel voor de host. Maar de kans zal ook te groot zijn dat ik er dan misschien al uit zou liggen, jongens. Het wordt nu gewoon zweten geblazen tegen een winnaar van de pool. Ramel Centerbeek. Hé, jullie zijn scherp met z'n allen. Dankjewel. Jullie zijn heel scherp. Gaan we deze eens even aanpassen. Had ik idee. Willen we dit nog? Nou, dat maakt niet uit, hè. En dan moeten we even één goede 4-4-2-formatie hebben. Ook niet onbelangrijk. Opstelling. Dit is goed. Instructies. Nee. Vals spitsie. Ja. Zo goed. Ja. Oké. Lekker spitsies. Op het thee. Oké, jongens, ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb een goede 4-2-1 en een goede 4-4-2. Levi Freddy. Lekker zeg. Heb je Zeefuik op rechtsback? Dat is gruwelijk. Wat chill, Levi. Moet jij nou tegen de Son of God, Levi? Wil je Kubo niet rechts? Nee, ik heb liever Kubo op links altijd eigenlijk. Start met 4-5-1. Ja, is dat tactisch voor mij? Meer teamgeest. Is dat zo? Ik ga naar jullie luisteren, jongens. En dan deze. Ah, oké. Okay. Want dan heeft natuurlijk Kilian gewoon zo. Maar dan moet ik weer dit allemaal gaan verwisselen van. Dan moet ik van Cruijff echt een cam gaan maken speciaal voor dit. Daar heb ik niet zo heel veel trek in. Omdat ik hem in mijn eigen ploeg natuurlijk gewoon. Heel goed. Goede suggestie. Heel goed advies. Dank je wel daarvoor. Maar ik ga het niet doen. Spijt me. We gaan het gewoon zo doen. Zo. Op het thee. Yes. Goed. Jongens, ik ben echt helemaal klaar. Ik heb echt alleen zieke honger. Dus ik ga even muziek hier aanknallen. Ik hoef nu natuurlijk niemand meer te horen. Dus jullie gaan nu gewoon boom, lekkere muzika horen. Love him right. Ja, dat maakt toch helemaal niet uit, joh. Dat tegenstanders mijn tactiek kunnen zien. Dat maakt helemaal niks uit. Zoveel verrassingselementen kunnen we erin gooien. Maar toch is er volgens mij wel conditie afgegaan. Of is dat alleen bij... Oh nee, dat is alleen bij mijn mannetjes van mijn echte ploeg. Alleen die. Nighty. Zo, dit is wel harde muziek, of niet? Komt Billy Hart binnen, jongens, of wat mee? Koen, heb je bergwijn? Nee, oeh, dat was wel leuk geweest, ja. Waarom niet met je eigen team? Omdat we met restricties spelen. Dus ik mag niet zomaar met mijn volledig eigen elftalletje spelen. Dat zit er helaas niet in. Ah, kijk. Het schema is bekend. Knockout fase kan beginnen. Top. Perfect. Ik moet wel echt even snel wat eten pakken. Dus dan ben ik over een paar minuten wel terug. Zo. Oké. Ik ga mijn tegenstander vast toevoegen. Ik heb nog nooit van die naam gehoord. X-King Mark. Geen idee, jongens. Maar dat kan natuurlijk alle kanten op. X-King Mark. Dit is dus mijn ronde... Ja, laatste 32. X-King Mark, toch? Ja. Oké, there we go. Verzenden. Kan het weer... Oh, god. Hebben we dat weer. Even kijken. Sorry als ik jouw naam hier verwijder, jongens. Geen idee wat dit allemaal is. Waarom zo'n slecht team? Ja, jongens, dit is puur voor dit toernooitje. Je mag maximaal... Nogmaals, jongens, dit is niet persoonlijk. Ik heb geen idee... Oké, top. Nee, niet deze. Deze. Waarom niet gouden Militao voor Tagliafico en een man die linksback? Goed voorstel wel. Alleen heb ik dit al in mijn club zitten. En ik moet trouwens wel even een andere keeper eigenlijk. Hè? Eigenlijk moet ik even die Areola hebben of zo. Dit kan echt niet natuurlijk. Areola is ook echt maar 82 of zo. Maar dan zul je zien dat ik net te hoog uitkom met mijn Areola.
82 van Real Madrid. Ja, dat kunnen we wel halen. Alleen Party 84 stel. Oké, gaan we even checken, ja? Even kijken. Stel, we knallen hier Alphonse Areola van Real de Madrid. Klote, dan komen we dus net te hoog uit. Maar wat nou als ik dan in dat geval deze man vervang door deze? Kijk, dan zitten we goed. Lekker. Oké, dan ga ik even die Areola kopen. Dat is toch wel een stukje beter, denk ik. Dat is denk ik wel beter. En hij is 3,5. Ik moet even goed opletten dat ik wel die van Real koop. Oh, chill dit. Ja, maakt dit allemaal uit, jongens. Ik wil even zo'n blauwe hebben. Op het, oh. De veiling is afgelopen. Oeh. Oh, wat is dit? Oh, ik heb maar 3200 munten. Dit is wel ziek. Dit is oprecht heel ziek. Oh, hier word ik helemaal naar van. Ik ga even naar de transfermarkt. Waar slaat dit team op? Jordi Thomassen speelt die, Levi. Jordi Thomassen. Ik ga even die... ik heb echt helemaal geen geld, joh. Hoe heet die? Areola. What the hell? Areola. En dan moet ik echt even wat te drinken. Ga ik dus nog verder gaan. 3500. Dan moet ik alsnog eventjes... Och, jongens. Och, herm. Kom op, ik moet hem hebben. Ja, voor 3k. Zieke snipe, jongens. Zieke snipe. Ik ga me echt team niet laten zien, jongens. Dat komt vanavond in de video. Dus ik moet dat niet spoilen per ongeluk. Kijk, Areola staat er. Fantastisch. Ik moet even wat eten pakken. Ik denk dat mijn grote vriend X-King Mark inmiddels is gejoined. Perfect. Kan ik hem al toevoegen, is de vraag. Of tenminste, kan ik hem uitnodigen voor een friendly game? Waarschijnlijk niet. Moeten we waarschijnlijk weer de game afsluiten. Of zijn we lucky bastards? Ik vrees van niet. Oh, Goshimana. Oh, Goshimana. Wat een drama. Wat is dit toch allemaal toch? Nee. Nou, oké. Okay. X-King Mark. We sluiten even de game af. Yes. De Greenhopper ook gewoon aanwezig. Dani Visser, Dennis Verhoeven, Levi Frederik, Jason Gras. Jongens, wat een naam. Wat een Eredivisie verdet is hier zo. Oi, 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 oi. Ik heb gelijk gespeeld tegen X-King Mark, zegt Stefan Toen. Nou, dan wordt het interessant. Oh, ik moet trouwens wel eventjes, zie ik, mijn eigen naam hier kunnen veranderen. Bijland, nou, fantastisch. Oké. Okay. Dat zou nu gefixt moeten zijn. Ja, jullie zien mijn naam. Oké, okay. Nice. Leuk. Warm-up match, ja, die gaan we dus eventjes weghalen. Kijk eens eventjes. Dat wordt dus gewoon eventjes... Round of 32, jongens. Oh, ik moet wel de goede zitten. Deze natuurlijk. Excuse. Och, jongens, voor mij is het ook allemaal nieuw. We moeten natuurlijk deze hebben. Ops. Kijk eens, round of 32. Mooi hoor, ik vind het echt mooie stream overlaytjes en dingetjes. Wat lees ik allemaal, jongens. Wat lees ik allemaal. Lekker jongens, daar gaan we, onze eerste echte pot in de Open Series, de Eredivisie Open Series. Like allemaal even het streampje ook sowieso, abonneer je op de Eredivisie als je dat niet hebt gedaan. Ik ga X-King Mark even toevoegen en dan moet ik echt even 2 minuten eruit. Eventjes heel snel naar de wc, heel snel eten pakken en dan kunnen we los. Als jullie straks een lege stoel zien, dan weten jullie hoe het komt. Doet Slot daarmee? Ik denk het niet. Dat denk
ik niet. Jongens, wat gaan die nieuwe Fat Birthday kaarten worden dan? Ik heb dingen gelezen, Douglas Costa en dat soort gekkigheid. Martial misschien. Lacazette, wie gaat het worden? Of is dat bekend? Nee, toch? We willen Maddy zien. Sorry, dat gaat hem niet worden. Kijk, daar is hij. De legend. FC Twente fan. X-King Mark. Oeh. Klassieke wedstrijd. Ja, moet ik in... Dat wil ik nog net doen. Even hier zo'n La Liga dingetje opzetten, inderdaad. Dat wil ik nog wel even doen. Competizione. Yes, daar is die. La Liga, lekker zeg. Kijk eens even. 98 teamgeest, jongens. Wat een ploeg, zeg. Ho! Wissel Cruijff en Mbappé om. Dan. Wordt hij daar blij van? Is goed voor Kubootje natuurlijk, ja. Goed. Ja, nee, dat is geen slecht idee van jullie, jongens. Oké, ik laat dit scherm even openstaan. Ik ben heel veel naar het toilet even eten pakken. En dan gaan we los, jongens. Met onze eerste rondewedstrijd. God, non de u. Geweldig, leuk, mooi. Tot zo. Zo terug. Mark, je moet even wachten, jongen. Oh, jongens, daar zijn we. Lekker zeg. We gaan los, jongens. We gaan echt beginnen. We krijgen alleen zijn team natuurlijk niet te zien. Dat is wel een beetje ding. Een ding. Benieuwd, jongens, dit is mijn 16e finale. Ik wil jullie chat er wel even bij hebben. Dus ga ik even hier voor me zetten. Goed, jongens. Is het een vriend van Golbach? Ja, ja, ja. Jelte, FC Twente hebben we hier gewoon tegenover ons. Ik moet even de stream goed aanzetten. Oh nee, wacht, even kijken. Oh god, die doen allemaal dingen tegelijk. Ja, dit is handig. Dit is echt knijterhandig. Wacht even hoor. Zo. Nee, dit gaat niet goed. Nou, even in de verdedigende stellingen. Kijk eens, Kubo heeft er meteen zin in. Ja, deze man kan er natuurlijk wel wat van, hè. Gewoon eerst in zijn poel. Lekker zeg. Tagliafico, we zijn los. Ik heb je bek. Ops. En daar gaat Kubo, aan de linkerflank. Zoals we van hem gewend zijn. Oeh, dat was heel optimistisch, dat balletje, maar... En welke spelers zal hij hebben? Welke versies?
van Griezmann en Mbappé. Heeft hij echt verbeurd Mbappé en Griezmann? Dat zou heel ziek zijn. Vermoedelijk niet, maar... Oeh. Daar gaan we. Quincy. Op het brommetje. Gameplay is fantastisch. Ik geniet. Ik moet alleen de streamer even vinden. E-Divisie. Yes. Stream. Perfect. Oké, okay, top. Nu kan ik het allemaal meemaken. Daar is Johan. Nee. De acties zijn dramatisch. FC Twente houdt stand. Is de muziek hard genoeg, jongens? Dat is ook even belangrijk. Dat is even een ding. Alles is nieuw hier. De eerste stream op het kanaal van de E-Divisie. Oh, what the hell? Tagliafico, red ons. Dit is alleen PS4, ja. Maar ik heb er al meerdere vragen over gezien. Dus wie weet, jongens, als jullie gewoon genoeg mensen verzamelen, genoeg deelnemers voor Xbox, dan staat men voor alles open natuurlijk. En Mark, onze King Mark, die kan het wel. Promes. Even kalma. Even tranquilo. Kan wel tikje harder de muziek. Oké dan. Dat hoef je geen twee keer te zeggen, jongens. Gaan we dat even regelen. En hier is party. En de... Wat? Hè? Wat doet die Varaan? Wat doet die Varaan überhaupt daar? Oh, wat jammer dit. Finishing 33. Jongens, de muziek gaat nu even omhoog geschroefd worden hoor. Absoluut. Absoluut wel. Zo, die Varaan zeg. Wat een gek hè. Dat is niet best. Lekker Taglia. Nicotje. Die kans, jongen. What the hell. Prachtig. Prachtig. Wat een tandem daar. Kubo Tagliafico. Japan en Argentinië. Het lijkt mijlenver van elkaar vandaan, maar dat is niet te zien als je dit zo ziet. En Johannes! Jawel! Open the security. Oh, dit zag ik niet. Is mijn tegenstander voor de volgende ronde al bekend, ja? Potverdorie, ja, maar ik moet eerst deze ronde even winnen, jongens. Wat dachten jullie daarvan? Hoppatee, nieuwe muziek. Ja, dit was helemaal niet hard, want we zaten even tussen twee nummers. In between jobs. Dan gaan we, jongens. Ik ben blij. Ik ben echt blij met deze eerste goal. Een bevrijdende 1-0 van Johannes. Prime Johannes. Hops. En ook een bizarre aanval natuurlijk, een bizarre voorhoede. Maar laten we niet vergeten dat deze tegenstanders natuurlijk gewoon allemaal hun poolfase gewoon hebben gewonnen. En dan kun je wat. Waarschijnlijk. Of, ja, ik bedoel, ja. Tot 3 mensen achter je gelaten. Altijd knap. Oh ja. Oi. Lekker Ferland. Even kalma, even openen. Even tranquilo. Party. Waar gaat Frank? Johan, zoek zijn compaan. Waar is hij? Nou, dan maar naar Kubo. Natuurlijk wel, Kubo.
Onze Japanse vriend. Hij doet het. Wat laat hij zich hier toch zien, jongens, in dit... Ja, in dit gekunstelde elftalletje. Het is toch niet slecht. Ja, er doen wel wat grote namen mee, jongens. Dus laten we onze verwachtingen niet te hoog inzetten. Welke Griezmann heeft hij? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Als hij echt met rechts gaat schieten met Griezmann, dan zou je bijna zeggen, dan heeft hij die Footbirthday-versie. Met zijn tweebenige... Bankjes. Die Areola, jongen. Wat een beest is dat eigenlijk ook. Daar gaat hij. Ferlamand die net zo tweebenig als Footbirthday Griezmann. Namelijk volledig. Kubo. Weer belangrijk. Oh! Oh, wat schiet hij die ziek in? Kanonnen. En weer een assistje voor Kubo. Die gast niet normaal. Wat een goal, jongens. Volgende nummer graag. Komt die automatisch? Ik heb andere muziek dan normaal met mijn eigen streams. Nee, volgens mij komt die niet automatisch. Oh, sorry Mark trouwens voor het niet doorklikken. Hoe doe ik dat? Hoe doe ik dat hier zo? Ik heb geen flauw idee. Ik ken deze site niet goed. Helemaal niet, zelfs eigenlijk. Jantje is wegwezen, nou. Hé, welke moet ik dan... Ah, ik weet niet, jongens. Ik moet elke keer even een nieuw nummer gewoon aanklikken. Wat een goals, jongens, hé. Die Cruijff is echt in topvorm. En datzelfde kunnen we toch ook wel zeggen van Kubo. Je wordt gevoetbald. Hops. Hups. Kijk eens. Johannes. Oeh. Voor mensen die laatst zijn ingeschakeld hier zo. Welkom op het Eredivisie kanaal. We zijn bezig met de allereerste Eredivisie Open Series. En ja. Ik ben ingestroomd in de ronde... Van 32, oftewel de laatste 32, eigenlijk de 16e finale zou je kunnen zeggen. Oei, verder. En ik speel nu tegen X-King Mark. King Mark tegen veteraan Wijlando. En Mark is al eerste geworden van zijn pool. Dus ik ben hier nogal toch wel over te spreken. Oef. Oei. Wat een drama niveau. Ach jongens, hé. Niet zo hard zijn voor mij, joh. Kom op, man. En we komen straks vanzelf nog weer tegen nog vervelendere tegenstanders. Och. Oh, echt? Kilianus. Oh, slim. Dan komen we heel goed weg, hè? Dan komen we heel goed weg.
Hoe is het met jullie, jongens? Zijn er mensen in de chat nu die ook meespelen? Die misschien al in de laatste 16 ronden zitten. Precies, Robert Konings. Hoe is het, jongen? Wat leuk om jou hier weer te zien. Robert Konings is echt een OG, kan ik toch wel zeggen. Robert Konings, die ging al naar FIFA toernooien voordat ik erheen ging. Bij FIFA 09, denk ik, of zo, Konings. Dat jij voor het eerst hier ging. Hier is Frank. Kubo weer, wat heeft hij er een zin in vandaag? Oh. Ja, Johannes met de beslissing, zeg. De definitieve beslissing. We gaan in elk geval een rondje verder. Dat is leuk. Dat is leuk. Ja, het schema is te zien via het linkje dat nu net in de chat is gegooid. Daar kunnen jullie dus inderdaad zien hoe iedereen het doet. Kunnen we straks naar deze wedstrijd ook zelf nog even laten zien. Het toernooischemaatje. Oh, precies op Ferdinand die paas. Doodzonde. Ah, X-King Mark begon heel sterk, maar toen die 2-0 er helemaal in lag, toen leek het kaarsje gedoofd. Zo, dit is nog wel even de mooiste goal van de wedstrijd, zeg. Het is toch fit birthday, Chris, man, ja. Kanonnen, wat een schot, hé. Kubo, oh. Genieten van onze kleine Japanner. Oh, toch bij het spel. Het is jammer. Koen Klinkert heeft ook meegedaan. Maar hij werd tweede achter Levi Frederica. Maar dat is geen schande, man. Ja, dan is het inderdaad jammer dat alleen de nummer 1 doorgaat uit de pool. Maar we moeten streng zijn, jongens. Maar heel leuk dat je hebt meegedaan, Koen Klinkert. Nou, hij vindt onze tegenstander niet slecht, hoor, jongens. Ik vind hem zeker niet slecht. Het is echt niet zo dat ik veel beter was in elk geval, laat ik het zo zeggen. Vergeleken met mij is hij niet slecht. Geflatteerde overwinning dit. Kijk, het wordt misschien nog 4-2. Dat bedoel ik. Oeh, moet ik nog oppassen ook. Dit gebeurt me vaker. Maar dit zou toch niet... Dit mag eigenlijk niet. Zeg maar dat dit, als ik dit nog weggeef, dan zou het echt een beetje gênant zijn. Noem maar gerust heel gênant. Ja, King Mark, ja, dat is toch echt zijn PSN, jongens. Sorry. Ik heb het niet zelf verzonnen, nee, maar King Mark. Dat is hoe hij zichzelf noemt, dus zo moeten wij hem dan ook even noemen. Oh, ziek goede actie, hoor. Oh, als het 4-3 was geweest. Hij heeft denk ik ook voor het birthday Mbappé, hoor. Hij schiet heet met links met Mbappé. Dat doe je anders gewoon niet. Oh, een slordige fase van mij, onder aanvoering van Party. Oei, jochie. Deze wedstrijd moet maar snel voorbij zijn. We beginnen steeds slechter te spelen, maar we zijn door, jongens, naar de ronde van de laatste 16. En als we er dan nog 1 winnen, zitten we in de kwartfinale. Dan begint het ook leuk te klinken, weet je wel? In elk geval hebben we de eerste stream-host-overwinning kunnen boeken. Dat is top, jongens. Echt geflatteerd dit. 4-2, ja, nou ja. In elk geval heel goed gespeeld, Mark. Het was dat die doelpunten er bij ons invlogen ineens met Cruijff en Kubootje. Maar dit is top. En dus kan ik deze sowieso al eventjes gaan aanpassen hier zo. Naar Round of 16, want dat is waar we heen gaan. Even kijken. Ja. Dat zien jullie nu ook al. Perfect. Round of 16. Tum, 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 tum. Even kijken. Oh ja, dat moet ik wel even doen. Laten we even kijken naar het toernooi bracket. Naar de bracket. Het bracket. De bracket. Playoffs.
heet dat. Kijk, daar kunnen we het een en ander zien. Ik ga dit even aan jullie tonen. Ja, zo komt dit prachtig mooi in beeld. Ik moet even zorgen zo. Kijk jongens. Dit is hoe dat eruit ziet. Als het goed is, zien jullie mij nu gewoon bewegen over het scherm. Er zijn meer livestreams van mensen die meedoen. Ja, volgens mij Curtis Poel. Die streamt ook. Nou ja, als ik daar tegenkom, dan ben ik denk ik helemaal kansloos. Maar dit is hoe het bracketje er nu uitziet. M10 Levy is nog bezig. Die zal hebben gewonnen, denk ik, van zijn spelers straks. Mag je verwachten. Hij komt tegen Mark Aalderin. Enis Barros van Twente is al heel ver gekomen. Ik moet misschien ook even mijn score doorgeven. Of iemand doet dat voor mij, dat weet ik niet. Waar zit ik ergens? Streamhost ben ik natuurlijk. Even kijken, waar zitten wij, jongens? Hebben jullie het gezien? Oh, hier, streamhost. Oh ja, ik kom tegen Tibor. Tibor Tomei. Winrate 75%. Hij heeft er 4 gespeeld, 3 gewonnen. Dus hij heeft in zijn poolfase ook 1 pot verloren en toch is hij nummer 1 geworden. Dat is nice. Dat is knap. Oké, top. Kijk jongens. Alright jongens, we gaan hem even toevoegen. Ik heb zijn ding gekregen. Tibor Tomei. Die gaan we even toevoegen. Jason, je bent een baas, ja sowieso. Jason is zeker een baas. En dan ga ik hem zo weer eventjes hierheen knallen jongens. Jullie gaan straks mijn heerlijke sappige kopje weer zien. Geen zorgen, jullie hoeven niet te lang naar dit schema te kijken. Tibor Tomei. Tibor precies verkeerd hier zo. Wie verwachten jullie dat het toernooi gaat winnen, jongens? Kijk, je hebt natuurlijk Levi Frederik en Curtis Poel die erin zitten. Tom HD zegt in de chat, ik verloor 5-0 van Curtis. Ja, dat snap ik, jongen. Het is echt helemaal geen schande. Koen, je kan easy finale halen. Nou. Oké. En dan moeten we denk ik weer de game even afsluiten voordat we er weer in kunnen. Dus ik laat jullie toch nog maar even naar het schema kijken, jongens. Dan kunnen jullie toch even leuk naar dat prachtige schemaatje kijken. Ik zal hem even refreshen voor jullie. Wie weet is al wat meer bekend. We zien hier nog steeds. Oh ja, tuurlijk. Levi speelt natuurlijk tegen onze guest star. Die speelt tegen Ralf. Ja, dat is ook zo. Dit hebben we hier. Rick Boom. Die komt tegen Joris Mesman of Hapoen. Lord Snuffel zit er ook nog steeds. Ja, Lord Snuffel is een topper. Dat is een hele goede speler. Yuri Mone heeft verloren van Pop City. Ja, de Son of Gold moet tegen Levi inderdaad. Ja, en aan mijn kant van het schema zie ik volgens mij geen heel bekende namen verder. Oh, Lucas Schilder. Ja, die is ook heel goed. Lucas Schilder zie ik aan mijn kant van het schema, want ik zit hier, ja, nou ja, we kunnen wel de halve finale halen als ik het zo zie, maar er zijn altijd weer onbekende parels natuurlijk. Hier ben ik weer, ronde van 16. God of Delay, El Jocho, in de chat. El Jocho, wanneer doe je een keertje mee, jongen? Volgens mij is Pops live op Twitch. I'm in your neighborhood service and nervous, I was wondering.
Oké, okay, Tibet Tomei komt waarschijnlijk uit Den Haag. Omgeving. Ik begreep dat hij ervoor heeft gekozen om niet via Skype te willen praten, want dan kan hij zich niet goed focussen. Dus we gaan het zo doen, zonder dat we hem spreken. Ja, dit laat ik lekker zo staan. Oké, okay, chill. Uitnodiging sturen. Oh, dat is ook zo mooi. Oh, Jocho. Dat mag niet meedoen, omdat ze anderen ook willen laten winnen. Nou, jongen, als jij mee zou doen, jongen, dan. Dan had ik beter niet kunnen spelen, inderdaad. Ga met het flapteam. Dat zou wel legendarisch zijn, ja. Goed, jongens. Hier gaan we. Onze tweede wedstrijd. In de ronde van de laatste 16. Ik ga met die zwarte, jongen. Ga jij maar met wit. Ja. Oh, party! Komt het muziekje lekker binnen, jongens? Is het genieten? I need to know everything. Who in the what in the where I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George. I hop in the Porsche, five and a horse, I'm ready for war. Okay, jongens, dan gaan we. Turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence to let them and talk up their body. Another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, I gotta stay on the go. I can play with the pros and act like a rookie. Het wordt natuurlijk met de ronde moeilijker. En 1-0 Mbappé! Nee! Wat is dit dan? Oh, bij het spel ook. Wat de hel, jongen? Het is toch een zieke kans, joh? Jammer dit. Maar dat was al het eerste gevaar. Oh, en Tibe. Met balverlies. Daar gaat Kubo. Oh, dit is genieten, zeg. Kubootje, wat is hij in vorm? Zonde. Tadic heeft hij in zijn ploeg. Ik krijg veel ruimte, lijkt. Matig schot. Maar ingeleverd. Als Putty hier even flink door was gelopen, had hem gehad. KK heeft hij als zijn icon, Sonny. Zo, dat is een lekker driehoekje daar zo, hè? Met Aubameyang, Son, KK. Maar het is geen Cruyff en Fit Birthday en Mbappé natuurlijk. Nee! Oh, ik glipte ervan af. Ik wilde natuurlijk dubbel X doen, maar het werd één X'je. En het liep niet goed af. Hier is Mbappé alweer. Zo, die gozer loopt ook het hele veld over. Party, heerlijke bal. Oh, Piqué notabene. Rare spelers heeft hij. Dit is Martinez van Ajax, denk ik. Moet wel. Martinez en Tadic is er dus voor gegaan. Ah joh. Maar dit moeten we gewoon winnen, jongens. We zijn echt veel dreigender. El Jocho. Oh, Ramos. Wat doe je nou? Hier is Ramos. Zit hij er goed tussen. Even links. Daar gaat Mbappé. Ja, we krijgen hem. Cadeautje. Frank. Kubo heeft zijn wedstrijd nog niet helemaal. Maar hij is een vorm, dus hij gaat ons verrassen. 100%. Verrassen, hij gaat ons gewoon weer bevestigen hoe goed hij is. Het speelt wel echt lekker, hoor.
Ah, dat is matig. Die wisten we. Waar speelt die Joe Gomez nou? Oh, die trok een beetje weg van het centrum daar zo. Jongens, als we deze winnen, zitten we in de kwartfinale van de eerste E-Divisie Open Series. Dan zou ik toch wel zeer content zijn. Kijk eens, daar gaat Kubo. Dit moet hem toch zijn. Kubo. Nee, wat doe ik? Slechte decision making. Eigenlijk geen beslissing gemaakt over wat ik ging doen. En dan lopen we dus tegen de verdediger aan. Cruyffy. Tagliafico. Kubo wil hem, maar krijgt hem niet. Toch even door de party. De cameraman wil ook mee. Dan lijkt het of die cameraman ook een zwart shirt aan heeft. Maar het is niet het geval. Kijk eens, Tagliafico. Je wordt wel gevoetbald hoor. Daar komt Frenkie vrij. Niet naar Cruyff. We wachten nog heel even. Party. Party. Oh, scheids. Pingel. Natuurlijk. Ja, en dan is het 1-0. Young Johannes. Prime Johannes. Prima straf. Strafschop. Elfmeter. Ik wilde strafschop op zijn Duits zeggen, maar dat ik gewoon elfmeter. Vrijstoos. Vrijstoot rond 11 meter. Het is echt gaaf bij de E-Divisie. Ik ben er één keer geweest en Koen en Frank ontmoet. Oh ja, Karsten. Ik zag je foto. Ik heb je natuurlijk als vriend op PlayStation. Want ik heb met Karsten Prime Icon Packje geopend. Toen dacht ik, oh ja, dat ben jij natuurlijk. Het is zeker gaaf bij de E-Divisie. Hopelijk kunnen we snel weer gewoon ook in de studio's de normale toernooien voortzetten. Oh, ja, Cruyff, nog steeds. Hier is Kubo. Scheids, hallo, ik vond dit echt een buitengewoon smerige overtreding. Son wordt weer gezocht. Ja, dat was te voorspellen dat hij daar weer heen wilde. Oh, dat wilde ik niet. Oh. Ah. Oh, ah, oeh. Oei, nu zijn we de Sjaak, als we niet uitkijken. Maar Aubameyang, Sonny... Ja, toch gevaar. Ja, hij speelt 4-1-2-2, of in elk geval met dat driehoekje zo heel dat op elkaar. Dat kan goed werken. Met draft vind ik het soms ook heel fijn. Maar toch zie je ook dat hij dan heel weinig ruimte heeft voor zo'n paasje. Ik weet het niet. Toch niet helemaal de formatie van deze game, vind ik. Maar ja, ik heb nog niet gewonnen, dus hij kan het tegendeel natuurlijk ook nog weer gaan bewijzen. Mbappé! Deze mag je eigenlijk niet missen, hè? Dat is party. Ramos. Oh, Ramos, wat doet hij? Wat doet hij? Ramos nou? Oh, Mbappé! Het spel weer. Wat doet hij? Ramos nou daar, joh? Ongelooflijk. Daar is party met een hakkie. Helemaal de weg kwijt, die gozer. Bonana ook nog in de chat. En Jelte Golbach. Jongens, wat maken we allemaal mee hier? Allemaal E-Divisie Legends in de chat. Want ik vind wel dat er weinig E-Divisie Legends meedoen, jongens. We hebben Paps, we hebben Levi Frederik. Waar is de rest, jongens? Of zijn die allemaal niet door de poolfase gekomen? Dat kan natuurlijk ook nog. Sparta is de club van Rotterdam. Zie ik in de chat. Nou. Zijn de meningen natuurlijk ook verdeeld, maar... Ja jongens, voor mensen die laatst zijn ingeschakeld. Belangrijk om te weten. Dit is de allereerste E-Divisie Open Series. Iedereen die hier aan heeft deelgenomen. Het zijn meer dan 100 deelnemers vandaag. Bij de allereerste editie. Daar zijn we erg blij mee. Iedereen heeft minimaal €1 gedoneerd aan het goede doel. En de winnaar bepaalt straks. Oh, daar komen we heel goed weg. De winnaar bepaalt straks. Welk doel dat exact gaat zijn, volgens mij. Vermoedelijk het Rode Kruis of iets in die richting. Zo, wat is dit dan? Ineens worden we overlopen hier. Maar dat is belangrijk om te weten, jongens. We doen het hier allemaal voor het goede doel. En ook niet onbelangrijk. Zo, Tagliafico, goed. Ook niet onbelangrijk. Maandag zijn we er gewoon weer op het E-Divisie kanaal. En dan is Bassie Stent de host. Dus daar kunnen jullie ook alvast naar uitkijken. Dan wordt het nog wat meer zweten.
Laat ik het zo zeggen. Als Bas hier verder komt dan ik, dan krijgt hij wat van me. Een pizzaatje, denk ik, of zo. Bas, als je verder komt dan ik, dan krijg je geen pizza van me. Weer buitenspel. Dit is nou de derde keer in de wedstrijd dat die Mbappé buitenspel loopt. Jongen. Wat een gek, zeg. Daar gaat de man die kijkt eens van de ruimte aan die rechterflank. Oh. Dit is keurig. Cruijff. Kubo. Wie weet er allemaal dat hij links is. Oh, moet uitkijken, dat is weer een penalty zo. Party, Kubo, schitterend dit. Oh, Frenkie, hier wordt gevoetbald. Oh, wat jammer dit. Laatste paasje dat hij niet goed was. Jordi Alba. Oi. Oi. De tegenstander speelt nu wel veel beter in die tweede helft. Hij heeft Adama Traoré ingebracht. Zo, hallo. Kanonnen. Lekker Bassie, zo mag ik het horen, jongen. Hij gaat mooie potten op de mat leggen voor de kijkers. Dat is een heel lekker vooruitzicht. Kijk, dit is heel vervelend. Gadverdarrie, wat een doelpunt, zeg. Uit een hoekschop zo half afgeslagen. Baba. En Bassie, ik moet zeggen, ik vind je nummer echt gruwelijk, dagboek. Echt heel vet. Is dat wel vragen nu? Nou, daar begin ik verder niet aan. Maar nee, echt grote props voor onze Bassie's tentje. Ik zeg Bassie, shit! Gaan we allemaal doodluisteren, jongens. Spotify. Streamen die handel, terwijl Leiland hier echt even op moet gaan passen. Veteraan, het wordt nu echt zweten. Het was al voorspeld, maar... Oh god, goede actie weer. Kubo, oh, wat ja, dat gaat nog goed ook. Met geluk. En Alba was, ja, die was net heel ver naar voren, dus gaan we het nu even zo aan elkaar trekken hier zo. Frenkie, nu is de centrumverdediger juist weg. Ah nee joh, kom ons op. Ik wil nog één dragbackie daar. Ta! Ah! Doet onze tegenstander goed. Zo. Ambitieus balletje hier. Mandy, ja, dat is niet de man die je met hoge ballen wil hebben. Ik vak helemaal naar van die gozer. Maar dit loopt goed af. En dan kunnen we weer aan de aanval. Party. Naar Promes. Kunnen we doorbreken op rechts? Ja, dat kunnen we met Promes. 75ste minuut. Spanning stijgt hier. Oh. Spanning stijgt. Temperatuur neemt toe. Dat is in deze tijden geen goed signaal. Kijk eens, Frenkie. Goeiedag, zeg. Grote klasse daar op het middenveld. En Party. De Ghanese Gullit. Niks en Schenk. Party is de Ghanese Gullit. Mbappé. Frenkie. Party. Promes. Oh, god, doet hij dat mooie Party? Nee. Hij verliest! No, hij laat hem lopen zo. Knap. Goed gedaan. Ramos, uitstekend. Jongens, de spanning begint echt toe te nemen hier zo. Ik weet niet hoe met jullie zit, maar... Ik wil nog niet naar huis. Ja, ik ben al thuis, maar ik wil gewoon nog niet het toernooi uit. Promes gaat. Wordt losgelaten. Als een soort beest. Wordt hij losgelaten uit zijn kooi. Hij mag gewoon gaan. Promes. Door niemand in de gaten gehouden. Promes. Frenkie. Oh. Oh, jongens, wat spannend. Mbappé, toch naar rechts. Mbappé! Jongen. 84ste minuut. Aubameyang. Oh, houd je? Nee, gaat goed. Vidal, wat een rare. Ja, het is goed, jongen. Kom op, hebben dan. Slappe hap, heel goed. Geen slappe hap. Uitstekend. Toch Party weer. We gaan een 4-2 spelen. Andy. Hallo, scheids. Dit is dan toch een overtreding. Maar goed, we mogen door. Party. Voordeelregel. Cruijff. Scheids. Tikkie aan. Frenkie. Kunnen we het beslissen? Nu vlak voor tijd.
Mbappé! Mbappé! Golazo! Kylian, Kylian Mbappé! Och, jongens, wat een goal. Toch naar rechts. Fut birthday. Hij heeft een linker. Maar we gaan naar rechts. 89ste minuut en dit is de emotie. De emotie van de Open Series. Ga, nonnen. Dit is wat de Open Series met je doen, jongens. Maar nu, Tagliafico moet het dichtlopen hier. Tagliafico heeft daar helemaal niet de lucht voor. Tagliafico! Ah! Goed. Oh god, dit is niet goed. Dit is niet goed. Dicht houden daar. Dicht houden daar. Uitstekend. En Party zit er weer tussen. En dan is het klaar. En dan zitten we in de kwartfinale, jongens. Tjongejonge. Goed gespeeld aan onze tegenstander. Dit was in een 50-50 pot. Oi, 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 oi. Zweten geblazen. Ja, het was voorspeld, maar dit is echt zweten. Zweten met de veteraan. Jongens, gooi even wat liefde in de chat voor die 2-1 van Mbappé. Fit birthday Mbappé, wat worden we daar blij van. Ja, dat betekent ook dat we toch zo langzamerhand de goede kant van de medaille opgaan. Jongens, quarter final. Precies, Kylianus. Mbappé-nus. Tibor, jongen, goed gespeeld, man. Serieus. Echt, dat is echt close call. Very close call. Wat we even gaan doen, is het bracketje checken. Het bracketje. En daar komt het bracketje. Het bracket, bracket. Bracket, bracket, bracket. Ba-da-ba-ba-ba-bam. Oh, die heb ik ook nog gewoon natuurlijk. Even kijken. Oh ja, wacht, dat is niet goed. Ja. Oh ja, kijk. Dit kan ik ook gewoon nog doen. Zo, dat is mooi. Nu zien jullie mij toch, jongens. Ja, niet dat jullie dat misschien allemaal willen, maar nu zien jullie me toch. En ik ga even laten zien hoe het staat met het bracket. Even refreshen. Er zijn nog wedstrijden gespeeld. Nee, hier nog niet. In ronde 2. Maar ronde 2 is dus de laatste 16. En is Bouwels ook nog niet gespeeld. Rick Boom, Harpoon, Lord Snuffel. Allemaal nog niet gespeeld. Deze is gespeeld, maar nog niet door. Gekomen. En we spelen straks dus tegen Giannis FC. Die heeft alles gewonnen tot nu toe. Of Tony Alfonso. Die heeft er al wel eentje in elk geval niet gewonnen. Hier is iemand al door. Jordi W. Albers. Of Jordi Waalbers. Dat kan ook nog. Maar als hij tegen Lucas Schilder moet, dat zijn toppers. Dat zijn grote namen. Waarom is Koen hier? Omdat we bezig zijn met de E-Divisie Open Series, jongens. De allereerste E-Divisie Open Series voor het goede doel. We strijden met z'n allen tegen het virus. En iedereen die heeft meegedaan, die heeft deelgenomen aan dit toernooi, die heeft geld ingelegd voor het goede doel. Dus het volledige bedrag wordt door de winnaar gedoneerd aan een goed doel naar keuze. Wel, virus gerelateerd volgens mij altijd. Alright jongens, wij moeten nog heel veel wachten op onze tegenstander van de volgende ronde. Geef mij de gelegenheid om heel even te rekken en te strekken. Ik zou zeggen, blijf hangen, pak even wat drinken voor jezelf en dan zie ik jullie zo terug. We gaan straks door met de kwartfinale. Het wordt echt spannend jongens. Ik zie jullie zo.
Alright. Daar zijn we weer, jongens. We gaan alweer door naar de kwartfinale. Ik heb al een uitnodiging gekregen, zie ik. Maar dat is niet van mijn komende tegenstander. Want onze komende tegenstander is Giannis FC. En zijn PSN is Bogdanel. Als ik het goed zeg. Bogdanel. 1990. Dan is hij dus een beetje van mijn leeftijd zo ongeveer. Eén gezamenlijke vriend. Interesting. Very interesting. Oké, ja, dit is jammer. Dit is irritant de hele tijd. Het zou leuk zijn, jongens, als we de halve finale halen, hè. We beginnen toch wel in de buurt te komen. Oh, ik ben een grote fan, zegt hij. Ja, dat vind ik niet leuk. Zo, is niks persoonlijk, jongens. Ik ken jullie allemaal niet. Het spijt me. Ik moet even wat dingen verwijderen voordat ik hier... deze man kan toevoegen. Bogdanel. En welkom allemaal weer, jongens. We gaan los. In de kwartfinale. Dan moeten we de game weer even afsluiten. Dat moet helaas de hele tijd. Dat is toch een beetje matig, hè? Kijk, is die al bevriend? Bogdanel. En dan pas moeten we die game even opnieuw opstarten. Bogdanel, jongen, waar ben je? Verzonden. Nog niet geaccepteerd. Dus moeten we daar nog even op wachten. Geeft ons wel de gelegenheid om nog even naar de tournament bracket te kijken. Laten we dat even doen. Even kijken hier zo. Ja, Giannis FC. Giannis. Bogdanel 1990. Giannis, jongen, als je kijkt, accepteer even die friend request. Dan kunnen we gaan spelen in onze kwartfinale. Wat heeft hij allemaal gedaan? Hier staan, oh, hier staan wel echte scores. 2-1 van Tony Alfonso gewonnen. 5-1 in de ronde daarvoor. In de pool 3-1, 3-0, 3-2. 3-2 van Darren Sanchez. Die ken ik persoonlijk. Greenhopper? Nee, joh. Is dit dan, Greenie? Wat krijgen we nou? Is dat echt Greenhopper die heeft verloren daar? Ah, hij is mijn vriend. Fantastisch. Greenhopper, jongen. Ik weet dat je kijkt. Verklaar je nader. Maandag doe ik misschien weer mee, maar in elk geval is Bas dan de host, dus gaan we even kijken. Oei! Kijk eens aan, ik krijg te horen dat het een heel goede speler is, jongens. Iemand die echt vaak Elite 1 top 100 haalt. Oh, je ziet nu de muziek playlist trouwens, dat is niet de bedoeling. Dat is niet helemaal de bedoeling, maar... Elite 1 top 100! Pff, dit wordt dus echt bikkelen. Dit wordt bikkelen. En zijn naam zegt me niks. Bogdanel 1990, man. Levy en Curtis Poole zitten allebei nog in het toernooi. Ook zeer belangrijk. Mocht ik eruit liggen? Ah, Giannis FC is in de chat. Succes, kerel. Succes, succes. Hij zegt Greenhopper was afwezig. Ah, dus iemand anders heeft voor Greenhopper gespeeld. Of hij heeft gewoon alles verloren met 3-0, bedoel je? Oké. Okay. Is Ultimate Team verlaten genoeg? Dat meen ik. Klink ik vrolijk vandaag? Nou, dat is mooi om te horen. Facecam. What's wrong with the facecam? Het schijnt een zonnetje hier, hè? Die komt nu een beetje binnen, ja. Eigenlijk moet die daar op de muur, ja. Lastig. Ik moet eigenlijk iets hoger, hè? Mijn naam zit dan een stemmetje voor mijn gezicht. Bogdanel, we gaan hem uitnodigen. Maar Bogdanel is dus een top 100 speler. Dankjewel, jongens. Leuk.
Deze man speelt op 40 meter. Zoals Pasky zou zeggen, zieke delay. Oh, meen je niet. Nou, wordt het... Oh, hè, wacht. Hoe kan dat nou? Ik zag dat... Nee, wacht, dat moeten we even niet doen. Ik zag dat mijn team toch nu conditie mist. Flink. Oh, nee, nee, dat klopt niet. Oké, laat maar. Never mind. Jason Glasso, wat je hebt gemist is dat we nu in de kwartfinale zitten. Ik ga nu in de kwartfinale spelen tegen een Elite 1 top 100 speler blijkbaar. Bogdanel, Giannis FC. We gaan ons best doen. Ja, 1990 inderdaad. Dan is hij een jaar of 30. Sowieso heel knap als je dan nog... Zeker delay. Ja, inderdaad, die kruipt wel richting de 40 de hele tijd. Die zwarte shirts die doen me tot nu toe goed. Nou, als ik dat heet, het lasse schöne bij iedereen. Omdat hij 75 rated is of zo. Heeft iedereen op de bank. Of is het gewoon puur toeval? Koen, Drogba uit je Prime Icon Pack. Win or lose. Ja, heel eerlijk. Voor mij zou het een lose zijn. Een los zijn, eerlijk gezegd. Voor veel mensen zal het ook echt wel een prima bruikbare speler zijn. Dat denk ik wel. Goed jongens. We zitten in de kwartfinale. Hartstikke leuk als we verder komen, maar in the end gaat het natuurlijk allemaal om het goede doel. En we halen geld op voor het goede doel met deze Open Series van de Eredivisie. En dat is natuurlijk prachtig. Dat is prachtig. En wil jij nou ook meedoen, denk je van, oeh, dit is eigenlijk best wel leuk. Maandag gewoon weer een kans. En dan is Basti Stent de host en dan gaat hij precies zo'n stream doen als ik nu. Ook weer op het kanaal van de Eredivisie. Abonneer je sowieso eventjes, dan ben je er gewoon maandag weer bij. Krijg je melding als je het belletje even aanzet. Hebben we dat ook gelijk gefixt. En er komen binnenkort nog meer Eredivisie gezichten dit soort streams hosten. Oké, ik moet wel eventjes zwaar gefocust spelen natuurlijk. Want dit is dus een Elite 1 top 100 speler. En dit is even andere koek waarschijnlijk dan de rondes hiervoor. En toen had ik het ook al niet makkelijk. Oef, eerste kansje. Kylian. Ei. Och, Promes sterk, jongen. Nou. Hij is wel met Messi. Hij heeft ook Tagliafico. Oh! Goed gezien. Niet doen. Overbodig akkatje. Zonde. Zo'n balverlies mag je eigenlijk niet leiden. Tegen goede tegenstanders. Kubo, uitstekend jongen. Onze oude Japaner zit er weer eens tussen. Nou ja, jonge Japaner eigenlijk. Daar gaat hij weer. Mbappé, goed hoor. Cruijff. Oh, Ramos! Daar is hij weer. Ah, dat is niet goed, hè? Dat is niet goed. Saint-Maximin, ongetwijfeld zijn verbeurde kaart. Messi. Hij heeft allemaal Argentijnen daar. Zo. Messi, Martinez, Tagliafico. Top. Oké, kom op.
niet te snel naar voren willen. Gewoon eerst die driehoekjes blijven maken op het middenveld. Zo, slecht. Van party. Maar we mogen door. Oh, jammer. Volgende kansje. Maar dit zijn pittige potten, jongens. Ik ga even helemaal terug. Tagliafico. Oeh, die past precies. Nu zijn we toch bijna de Sjaak. Zo, komen we heel goed weg. Eerste kans tegen, maar wel echt meteen een hele grote. Wie schoot daar uiteindelijk? Die Martinez, denk ik. Prachtig, Kubootje. Kom aan, jochie. Overtreding. Ah, die Kubo krijgt toch veel dingen mee in zijn voordeel. Wist je dat die Kubo trouwens is ook ziek? Kijk dan, 99 vrije trapnauwkeurigheid. Daar ben ik vandaag achtergekomen. Daar gaan we, kom aan. Party. Oh, wat een slechte bal, joh. Oh, pas. Is niet goed. Frenkie moet mee. Hij is mee, maar nee, ja, laat hem schieten. Kanonnen, die Maxima, wat is hij snel. The Saint. Ja joh, tuurlijk. Zo. Een hele moeilijke hoek. Ah, hij wordt dreigender, onze tegenstander. Onze Giannis FC. Ja, ontstaat wat ruimte. Links. Goed voor je gehouden. Kom op. Uitstekend promes zeg. En nu niet te snel gretig naar voren. Even kalma. Top jongens. Ah, je merkt het, we spelen nu echt een goede tegenstanders hoor. Het schijnt dus een Elite 1 top 100 speler te zijn. Ik weet niet of het waar is. Misschien ben ik gek gemaakt. Maar je merkt ook wel dat hij echt goed kan spelen. Dus. Op zich, de fase er naartoe is niet slecht. Please. Dit is knockout inderdaad. Kwartfinale jongens, staat rechtsboven in je scherm. Moeilijke potjes. Ja, zijn gamertag is dus... Wat was het? Bogdanel. 1990, Bogdanel. Maar we willen natuurlijk even in het toernooi blijven nog. Aan de andere kant van het schema zitten nog Levi Frederik en Curtis Poel. En als we deze winnen, komen wij in de halve finale tegen Lucas Schilder. Ja, dat was te verwachten. Toch ook een jongen die onder contract staat bij een goede organisatie, bij ECV. Ja, Luca, dat wordt wat. Maar eerst deze nog maar eens even proberen te winnen, want dat is nog lastig zat. Kom aan. Kijk, ingeleverd. Dit moeten we hebben. En nu rustig zelf. Het geduld blijft spelen.
Niet onnodig balverlies leiden. Gewoon blijven voetballen. Blijf nou voetballen. Het ziet er goed uit. Oh, dat was goed bedacht, maar het mocht niet zo wezen. Oeh. Lekker risicootje. Messi helemaal terug. Ook hij gaat het rustig aan doen. Het groot gelijk heeft hij. Maar zo moet het spel helaas gespeeld worden. Oeh. Martinez. Komt ruimte daar, ZBO. Nee. Keurige tackles, zeg. Koeboetje. Kom aan, Tagliafico. Alles, jongen. Alles, bijten. Hij heeft honger. Nee, helaas. Teleurstellende run van Tagliafico. Maar hier is hij terug. Oh, wordt echt aan alle kanten voorbij gesproken door die Saint-Maximin, jongen, Tagliafico. Dit is goed, kom op. Weinig kansen in deze wedstrijd. Hij heeft één keer op paal geschoten en wij ook twee redelijke kansen gehad. Eerste helft, denk ik. Als ik goed heb geteld nog. Net wel, net niet. Oh, het was geen buitenspel. Maar als je gewoon goed was. Jeffrey van Zon, welkom. Heerlijk verdedigd, zeg. Perfect. Ai. Misschien ook niet heel slim om die Tagliafico te geven. Oh man, wat is die... Wat is die Saint-Maximin snel, zeg. Pff, kom wel goed weg hier. Domme keeperbal van mij. Lekker party! Oké, nu zit er wat in, denk ik. Ah, ik dacht dat hij... Slecht. Matig tot zeer slecht. 73ste minuut. Ja, man, die heeft het wel daar. Hij doet ook goed rustig aan, hoor. Juist. Spanning gaat weer oplopen straks. Deze tegenstander is echt goed. Bogdanel, FC Giannis. Ongeslagen vandaag. Kom op, jongens. Ai, tweede helft zijn we helemaal nergens meer, jongens. Helemaal nergens. Goed geblokt. Zo ziek, jongens. We spelen nu in de kwartfinale tegen, naar verluid. Niet één top 100 speler. Kwartfinale van de Eredivisie Open Series. Militao! Ik wou zeggen, dat zou ziek zijn. Ah, kom op nou. Oh, toch voelt dat risky, hè, als je dat moet doen. Kom op nou. Het is goed.
Ik moet rustig blijven spelen. Gewoon rustig opschrijven. Ja, dank je. ...88e minuut. Dit kan de beslissende aanval zijn. Gezien de tweede helft zou het wel een beetje tegen de verhouding in zijn, maar... ...ja, dat gebeurt wel vaker. Daar moeten we het ook een beetje van hebben inmiddels tegen... ...dit soort tegenstanders in deze fase van dit toernooi. Cruijff. Kubo. Oh, als die paas dan gewoon lekker in de voetjes bij Mbappé was geweest... ...dan, oh, dan hadden we het helemaal echt wel over hoeven hebben, jongens. Oh, wat is dit dan? Doe het nog even rustig aan. Hou die Maxime in de gaten. Oh god, het is even knijtersnel. Goed, nou. Verlenging dus. Verlenging. Geen wissels. We hebben geen goede wissels. Ja, we spelen met een... iets aangepast team. We mogen... niet boven de 85 teambeoordeling uitkomen. En je moet 2 Eredivisie-spelers in je ploeg hebben. Nou, dat hebben we. 1 Icon maximaal. Dat is bij ons Cruijff geworden. Oh, Jochie. Kom op. Moet beter. Oh, party. Ik verwacht dat hij hem zou hebben. Oh, die pas komt er doorheen. Oh! Wat ramt die Vinicius en dan binnen, zeg. Ai, ai, ai. Nou, dit is heel verdiend natuurlijk. Door de beentjes hier wel. Dat is heel zuur. Hallo. Zijn ben je weer te laat, dat is ook zo irritant. Yes, we zijn op tijd. Oké, kom aan. Dit is goed. Oh. Het moet gebeuren nu. Oh. Wat een ruimte ontstaat er nu. Onze tegenstander die gaat hier dankbaar gebruik van maken. Nee, kom op. Genoeg tijd nog, jongens. Nu gewoon... ik zorgvuldig blijven spelen. Oh, joh, dit was... nah. Wat is dit nou? Zieke delay, jongen. Bizar. Oh. Dat wilde ik natuurlijk totaal niet. Dat balletje terug. Gaat daar dichtlopen. Oh, heeft hij net niet dichtgelopen. Ja, Van Raan, heerlijk. Kubo, jongen, heb je er nog zin in? Daar links voor. Nog 1 aanval. Oh mijn god, wat slecht zeg. Nou. Ik vrees het ergste, jongens. Nog 1 verlenging hebben we natuurlijk. 1 helft van de verlenging. Dit meen je niet, hè? Zag je dit? Oh mijn god, wat doet hij? Wat doet hij nou? Wat doet die Areola nou, jongens? Nah, dit is wel heel ziek. Ik dacht sowieso dat het is gefloten, maar... wat is dit dan? Ik
ga ik even terugkijken hoor. Wat doet hij nou? Hier heb ik geen verklaring voor, jongens. What the hell? Oh. Bizar. Jongen. Ja, dan vrees ik dat hier het einde voor ons is, jongens. We gaan nog even rammen, maar... De tegenstander is ook iets te goed voor 2 goals in deze verlenging, vrees ik. Wat zie ik verlies! Wat doet die Areola nou, jongens? Bizar. Misschien dat met heel veel geluk, wijsheid... Oh nee, meer geluk dan wijsheid, kunst en vliegwerk... toch nog iets kunnen. We gaan alles aan doen, maar... ik vrees met grote vrezen. Ik heb al zo'n 80 minuten geen kans meer gecreëerd, geloof ik. Oh man. Juist. Nou jongens, pompen. Ga eens even met z'n allen naar voren, joh. Hey. Wat is dit? Nou, dit ziet er dramatisch uit, jongens, zoals we hier zien. Dit is niet een veteraan die nog eventjes aanspraak maakt op een doelpuntje. We zien geen slotoffensief. Dit is gênant. Oh. Wat krijgen we hem niet onder druk? Zo eindigt het toernooi voor ons in mineur. Ja, ook dat nog. De Open Series zijn voorbij voor Weiland. Ons best gedaan, jongens, maar alle lof voor deze tegenstander, want hij heeft het gewoon verdiend natuurlijk. Eerste helft, wat kansjes, had ik wel kunnen scoren, maar daarna is het echt kommer en kwel geweest. Heeft hij het gewoon goed gedaan. Hij is ook met die Saint-Maximin echt ongrijpbaar geweest. Hij wil me ook nog even vernederen nu, dat is wel jammer. Voor mij dan, maar volledig te begrijpen uiteraard. Maar goed, jongens. Hey, toch 2 rondes gewonnen. Dat hebben we genoten. En kijk. Ja. Juist. Oké. Ja. Moet je ervan zeggen, jongens. Kansloos, uiteindelijk. Kansloos. En dan gaan we dus wedstrijden van andere jongens van commentaar voorzien. Oh, dit kan er ook nog wel bij. Ja, natuurlijk. Man, die heb je. Thomas Partey was het. Jezus. Nou, heel goed gespeeld natuurlijk aan onze tegenstander. Wat een deceptie. 0-0 en dan in de verlenging nog 4-0 eraf. Dat is best wel knap. Dat heb ik niet vaak gezien. Nee, hij heeft 2 Eredivisie-spelers. Hij heeft Tagliafico en Lisandro Martinez. Geen zorgen, jongens. Hij heeft zich keurig aan de regels gehouden. Goed gespeeld aan Giannis FC, aan Bogdanel. Wat is er gebeurd in de halve finales allemaal? Is er al iets begonnen? Hebben we daar Levy en Curtis Poole al tegen elkaar gezien? Even kijken hier. Levy... Oh ja, die wacht nog op Curtis, denk ik. Ja. Curtis speelt nog tegen Rick Boom. Of Rick Boom. Ja. Nogmaals gefeliciteerd, Giannis. Jij gaat spelen tegen Lucas Schilder. Het zou leuk zijn als we van iemand nu de gameplay kunnen krijgen. Nee, dat ga ik even voor jullie fixen. Dat we met Paps mee kunnen kijken, want die is aan het streamen. Even kijken. Het ziet er aardig uit. 2-1 voor hem. Leuk om te zien. Ik weet niet of we hem kunnen horen. Dat kunnen we vast wel regelen. Oké, chill. We gaan even zorgen dat we dan hier dit schermpje te zien krijgen. Dat is natuurlijk wel leuk. Zo. Oké,
Paps heeft echt net gewonnen. Zie ik hier nu nog net op stream. Alright, het ziet er mooi uit. Moet ik natuurlijk alleen eventjes... Ja, ik zit er alleen een beetje voor met mijn gezicht. Ik weet niet of ik dat makkelijk kan aanpassen. Ik vrees van niet, want hij zit ook met zijn facecam rechtsboven. Maar we gaan wel met hem meekijken, jongens. Ik ga dit eventjes erin knallen. Laat even weten hoe de audio zit. We zien hem nu dus daarachter. Je zou vrij makkelijk moeten kunnen regelen dat ik naar rechtsonder ga, maar... Even kijken. Ja, dus dat is dit schermpje. Ja. Alright, dit is wat we nu zien, jongens. Levi tegen Paps gaan we nu bij meekijken. En ook Luca gaat streamen, dus we kunnen in de finale ook sowieso zien straks. Dat wordt leuk. Ik ga jullie chat in elk geval even goed in de gaten houden, jongens. Wat we nu gaan zien is de gameplay van Paps. En krijgen we over 1 minuut. Oh, het is 7 uur, ja, inderdaad. We krijgen zo het nieuwe team of de... Team of the Fit Birthday team te zien. Dat is ook wel nice. Dat is ook heel nice. Het scherm is te groot. Ja, dat heb ik bewust gedaan. Voor straks tijdens de pot gaat het goed zijn. No worries. Fit Birthday wordt lap. Wordt lap, zeggen ze. Ik ga eens eventjes kijken, jongens, wat we... Ik kan wel iets zien, jongens, van Fit Birthday. Hebben jullie het al gezien? Het kanaal is volgens mij gewoon Pop City. Ja, Pop City. Pop City. En hij gaat nu gelijk spelen tegen Levi, zoals we hier zien. Ik ga natuurlijk bevlogen commentaar geven, jongens. Pogba, ja? Di Maria, 5 sterren weekfood, lees ik hier. Bill, 5 sterren weekfood. Oh, wat een gekke kaarten van Dijk ook. Wat de hel. Pogba, 5 sterren. Dat is wel keihard, hè? Inderdaad, Lacazette, Douglas Costa. Cheers. Goeie kaarten, hoor. Hele goede kaarten. Die Bill, die wordt echt insane, denk ik. Die wordt echt insane. Wat een kaarten, jongens. Hey. Kijk, Paps is nu ook aan het kijken naar die heerlijke Fit Birthday kaart. Die moet hij zien nu. Vochtige Virgil. Douglas Costa, 5 sterren, is ook ziek, hè? Lekker kaartje, hoor. Daar zal Proxy Junior blij mee zijn. Groot fan van Douglas Costa. Paps op Twitch, dat is zijn kanaal. Pogba is vooral ziek, hè? Gaan we zo kijken, jongens, naar de halve finale tussen Levi en Paps.
allemaal voor het goede doel. Laten we dat onthouden. En je kunt je dus al aanmelden voor maandag. Hè? Maandag is Bassie de host. Bassie gaat dan meedoen. Ja, I know, ik heb het beeld van pap een beetje ingezoomd. Dat is mooier hoe het nu is. Ik kan er even naar kijken natuurlijk. We zijn begonnen in elk geval. Zoals jullie zien. Hij gaat gelijk los met Saint-Maximin en Ronaldo. Goedemorgen, 1-0 gelijk. En die cams die liggen een klein beetje over elkaar heen. Dat is niet heel erg mooi, dat is niet ideaal. Ik ga even kijken wat ik kan doen. Wat ik ook kan doen... Ah ja, dat ga ik doen trouwens. Dat kan ik zeker doen. I got it. Daar is Levi. Oef, ook gelijk een kans. Kijken of ik het beeld ietsjes mooier kan krijgen, jongens. Ja, dit lijkt me beter. Ah, dat is dit alleen natuurlijk niet mooi. There we go. Is iets beter, denk ik. Niet helemaal optimaal, maar... Een beetje improviseren nu. Papsi dus. Een stream hier laat zien. Here we are. Prachtig. Keurig, jongen. Ja, dit ziet er netjes uit. Ondertussen natuurlijk gewoon nog steeds Paps hier weer in de aanval. En Levi van Groningen. Zijn het Groningen tenus? Ik kan het niet eens goed zien. Ik denk het wel. Hè. Dat zal toch wel. M10 Levi speelt dus namens Mesut Özil. Prachtig. Gaat Paps alweer. Mbappé. Halve finale is dit dus, jongens. Van de allereerste Eredivisie Open Series. Julian deed er ook mee. Ja, zieke goal meteen van Paps inderdaad. Anderhalve finale gaat dus tussen de man waar ik net van verloor. Giannis FC en Lucas Schilder. Zij zat aan mijn kant van het schema. Hier heb ik promes van een ruimteshow. En Saint-Maximin glitst daar bijna doorheen. Goed verdedigd door Levi. En ook hij heeft die Saint-Maximin. Dat is toch wel een... zeer overpowered speler dan. Dus deze jongens meteen allemaal met hem spelen. Die fuck birthday Saint-Maximin. Oeh, gevaar van Levi. Uiteindelijk geen schot. Levi ook met Lisandro Martinez, Future Star waarschijnlijk. En Quincy Promes als Eredivisie spelers, dat tenminste. Paps heeft dat. En bij Levi zien we natuurlijk Zeefuik en Malen. Als ik het goed heb.
waarschijnlijk ook Future Star malen. Maar Levi speelt dus inderdaad met Gennaro Zeefuik van Groningen op rechtsbeek. Dat is wel prachtig. En volgens mij heeft hij ook Memphis. Of was ik dat verkeerd ergens in de chat? Ik dacht dat hij het over Memphis had. Memphis als CDM. Klopt dat? Ik zie daar... Ja, inderdaad. Hij heeft Memphis Depay op een van de controlerende middenveldposities. Dat is ook wel echt bizar. Hier is Paps alweer gevaarlijk. Maar uitstekend van Virgil van Dijk. Levi die daar goed onderschept. Jongen, jongen, met een nieuwe Fit Birthday kaart, jongens. Ja, ik heb helaas mijn kwartfinale verloren. Promes, met die three-touch roulette. Balrolletjes. Pas met twee controleurs ook, ja, wie niet. Mbappé zoekt Saint-Maximin. Ronaldo. Oh, Ronaldo goal. Ja, natuurlijk, 2-0. Voor de Engelsman van Ajax. Meteen uitgeroepen tot man van het seizoen. En seizoen 1 van de Eredivisie. Zijn eerste seizoen waarin hij meedeed. Ik heb mijn licht even wat lager gezet. Dat was ook wel even nodig. Hier de eerste aanval van Levi. Nou, toch nog steeds geen grote kans. En dus, ja, nu wel de vrije trap. Neymar. Oh, dat scheelt niet veel. Dat scheelt niet veel. Ah, we spelen vooral voor de eer, jongens. En natuurlijk voor het goede doel. Het is niet zo dat de winnaar van het toernooi hier nog een groot geldbedrag zelf aan overhoudt. Maar meer dan 100 man hebben minstens een euro gedoneerd per persoon. En de volledige opbrengst gaat dus naar het goede doel. Dus dat is prachtig. Goed initiatief van de Eredivisie. En deze Open Series, die worden de komende weken nog veel vaker georganiseerd. Komende maandag zijn we er alweer. En dan is Bassie dus de host. Hier malen voor Groningen, voor Levi. Groningen wil je zeggen, hij heeft Paris Saint-Germain tenuitjes volgens mij. Oh, dat zijn de meest verschrikkelijke balverliesjes. Gaat over en weer nu. Ja, ze weten dat er geen tijd meer is. Maar Paps mag nog een keertje voor rust. In deze halve finale. Nee, toch niet. Even de grimas. Speelt er iemand met KK? Twee schoten, twee goals. Voor Paps. Levi wel drie keer geschoten, maar geen goals. Wie speelt er met KK, jongens? Of is dat puur de tifo? En dan spelen ze daar verder niet mee. Ja, absoluut, Jason. Alles wat uiteindelijk naar het goede doel gaat, dat gaat oplopen. Over de Eredivisie mogelijkheden is nog niet zoveel bekend, inderdaad. Voorlopig gaat het niet door in elk geval. Ik weet niet wie er nog meer allemaal gaan hosten. Maar grote kans dat jullie of een Frank Slotta of FC Roelie of Paski hier nog een keertje gaan zien. Maar Bassie dus sowieso komende maandag. Ik ga ergens later ook nog een stream doen. Maar er komen wel allerlei Eredivisie gezichten voorbij. Ja, dat is een idee inderdaad, 020-035. Dat is een idee. Oei, rare actie daar bij Ajax van Paps. En wat kan Levi in deze tweede helft? Ja, twee goals achter. Twee goals van Arnijn. Of was die eerste van Mbappé? Volgens mij twee keer Arnijn, hè? Hier komt Levi er misschien doorheen. Frenkie. Mbappé. Heerlijke beweging, zeg! Oh, wat een schitterende goal van Levi. Oef. Het team heeft hier Frenkie die hem uiteindelijk beheerst afmaakt met links. Maar dit was een hele goede goal, zeg. Vooral de actie van Mbappé. Was echt om van te smullen. En hier nu Mbappé ook aan de andere kant voor Paps. Maar van de bal gezet door Mandy. Hier is Malen. Mbappé. Memphis wil openen, maar zoekt eerst Neymar.
Nog een half uurtje te gaan. Die Sam Maximin maakt kapot. Inderdaad, Bassie. Ja, Milan, ik ga zeker nog Weekend League dit weekend. Ik heb vandaag ook al gespeeld. Dat komt vanavond allemaal in de video. Waarin jullie mijn nieuwe team zien en mijn eerste potten. En de rest gaan we allemaal live doen later deze week. Bijna hier 2-2 voor Levi, zeg. Bijna 2-2 voor Levi. Ja, de 2-2 van Levi. Maar het is goed gekeerd. Maar Levi is helemaal terug in de wedstrijd. Knap. Zo zie je inderdaad dat ook tegen enorm goede tegenstanders. Als je gewoon in jezelf blijft geloven en rustig blijft aanvallen. Dat je toch veel kan. Zeg, deze jongens spelen nog best wel aanvallend. Kiezen gewoon snel die voorhoede-spelers. Die blijven helemaal niet zo heel lang nog aan die backs openen. Die stopt best wel snel gewoon voor de aanval. Valt mij op. Mbappé. Met Lisandro Martinez. Memphis. Wat kan Levi? 66e minuut. Dus het is halverwege de tweede helft. Frenkie in één keer doorgespeeld. Maar goed ingestapt door Paps. Door Curtis Poel. Die op dit moment dus naar de finale lijkt te gaan van de eerste Eredivisie Open Series. Hey, natuurlijk. De rest van het toernooi wordt ook nog gestreamd, Jason. Ik ga gewoon de halve finale hier en straks de finale van commentaar voorzien. Dat is waar ik voor gevraagd ben, dus dat gaan we zeker doen. Ja, zonder dat ik zelf mijn kwartfinale niet heb weten te winnen, maar het was uiteindelijk zeer verdiend. Aanvallend was ik echt onmachtig. Hier is Zeefuik voor Levi. Wat zou dat zijn, als hij daarmee scoort of een assist geeft. Hier is Neymar. Lekker balletje, zo'n hoog wippertje. Mbappé, hoekschop voor Levi. Wat is dat, Renzo? Ik heb het nou een paar keer gezien, dat Verdansk. Wat is dat? Promes voor Paps. Volle snelheid, R9. Saint-Maximin, jee, maar wat sterk ook. Krijgt hem helaas niet terug van Promes. Maar we gaan hier straks gewoon de finale zien. Kijk, als Paps doorgaat, dan kunnen we lekker bij zijn Twitch-kanaal blijven. Maar als Levi het haalt, kan hij vast en zeker ook regelen dat hij streamt. Misschien doet hij dat zelfs wel, volgens mij. Nee, volgens mij niet. En anders komt misschien Lucas Schilder wel in de finale. Die streamt ook. Kijk, als we echt twee jongens hebben die niet streamen, dan is het moeilijk om daar nog verslag van te doen, uiteraard. Maar zolang we beeld hebben, zal ik erbij praten voor jullie. De anderhalve finale. Oh, de stad van Warzone. Oké. Okay. Ja, dat speel ik niet. Anderhalve finale. Ja, die is hier niet te zien nu. Maar die gaat dus tussen de jongen die mij net uitschakelde, Janis. En de andere man is daar dus Lucas Schilder. 81ste minuut. Levi met misschien wel het moment nu dan. Depay gaat rammen. Depay gaat nog niet rammen. Naast. Met zijn linkerbeen. Ai, 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 ai. Maar het was wel een goede aanval van Levi. Had hij daar niet gewoon moeten schieten? Ja, nou ja, wie zijn wij om dat nog te zeggen? Ik ging er kansloos vanaf net in de verlenging. Hier is Malen. Geeft hem op Depay. Ja, dat ziet er toch allemaal goed uit wat Levi doet nog. Poef. Paps krijgt hem niet weg. Memphis, Neymar, dit wordt een goal. Dit wordt geen goal. Alsnog, Neymar, de druk is nu toch niet meer te houden voor Paps. Ja, toch wel. Oh, Levi had het hier moeten doen in deze fase. Kijk, die druk is. Ferdinand. Frenkie de Jong, de man van de 2-1. Malen, Mbappé. Sterke tweede helft van Levi Frederik. Frenkie leeft hem dan toch weer in. Het is druk daar. Ja, dat is het bijna altijd in die wedstrijden tussen pro's. In de Eredivisie zien we dat ook zo vaak. Frenkie, kan die het kleine gaatje nog vinden? Kan die iemand aanspelen in de 16, draaien en schieten? Malen is hem kwijt. Ja, dat zijn dan nu ook relatief zwakke spelers. Malen, Memphis Depay. Maar het zijn geïmproviseerde elftallen natuurlijk vanwege de restricties. 89 minuten gespeeld en omdat Paps deze bal meekrijgt, is dit denk ik de beslissing. Of het een doelpunt wordt, ja, dat wordt het ook nog. 3-1, dit is de absolute beslissing. Paps naar de finale in de eerste Eredivisie Open Series. En die gaan we dus terugzien. En misschien dat ik wel kan zien hoe ver die andere jongens zijn hier bij die anderhalve finale. Even kijken, Bogdanel. Of hij in een wedstrijd zit. Of is het misschien al wel klaar? 0-1 staat het daar. In de eerste helft. Dus, even kijken. Is die live? Betekent dat dat? Ik kan eventjes kijken hier zo. Ik zie iets van een cameraatje staan.
is dat. Wordt nu gespeeld. Kijk, kan ik hier gewoon kijken. Dat is ook grappig. Dat zouden we dan moeten kunnen zien. Maar Paps is dus in elk geval door. Is dit dan Twitch automatisch? Ja, ik denk dat we wel kunnen gaan switchen naar het Twitch kanaal waarop ook gestreamd wordt. Wat is het kanaal van Lucas Schilder? Maximin maakt toch wel koud, ja, inderdaad. Het is al voorbij, het is voorbij, denk ik. Ratings worden gecheckt. Nee, het is halverwege. Ze zitten denk ik in de rust. Geen resultaten gevonden voor Bogdanel 1990. Oké, dat is bijzonder. Ik zie het hier wel op mijn PlayStation. Maar dat betekent wel dat we wellicht, jongens, eventjes... Oh, dit zien jullie ook op het scherm. Dat is niet zo mooi. Wat we even kunnen doen, is dit. Kijk. En dan ga ik even zorgen dat dit dan weer wat wordt vergroot. Of kan ik gewoon hier fullscreen gaan? Dat zou helemaal leuk zijn. Nee, dat lijkt niet te kunnen. Volledig scherm. Ah. Kijk. Nou, dan zijn we er ook. Misschien geen mega scherp beeld. Maar jullie zien het nu hier op je scherm. Dit is de anderhalve finale. We hebben dus Paps sowieso in de finale. En tegen wie dit op gaat nemen, dat gaan we zo meemaken. Maar we hebben hier dus Giannis FC en FC Bogdanel. En Bogdanel staat 1-0 voor en gaat hier 2-0 maken. Gaat hier geen 2-0 maken. Lucas Schilder nu in de witte shirts. Het is misschien een beetje pixelig voor jullie allemaal. Dit komt letterlijk van het PlayStation scherm. En dit zijn dus de halve finales. Dus dat quarterfinal, dat klopt niet. Dat ga ik even voor jullie aanpassen. Even kijken. Er zijn zoveel dingen waar ik op moet letten, jongens. Hoppatee. Kijk, semifinal. Daar zitten we. De semifinals. En Lucas Schilder, speler van AC Visualize, moet ik het goed zeggen, zoekt hier naar het gaatje, maar kan hem niet vinden. Maar dit is dus de andere wedstrijd die gespeeld wordt. Ik ga weer even muziek aanzetten voor jullie. Ook dat is stilgevallen hier, zie ik. Dus dat komt nu weer binnen. Alright. Spannend, jongens. Bogdanel, dus de man die ons net heeft uitgeschakeld, die mij versloeg in de kwartfinale, die is hier nu bezig tegen Lucas Schilder. 1-0 voor dat doelpunt hebben we niet gezien, want we aan het kijken waren bij die anderhalve finale tussen Paps en Levi Frederik. En Paps van Ajax, e-sport van Ajax, won met 3-1 en staat dus in de allereerste finale. Hier is party. Vidal. Messi, dit wordt een doelpunt, denk ik. Ja, dit wordt een doelpunt. Lucas Schilder, nee, wat een redding, zeg. Areola. Kanonnen. Wat een redding. Goeie actie, Messi, maar ja, keeper verplaatst, denk ik. Ja, deze jongen heet Giannis in de donkere shirt, maar zijn PSN is Bogdanel 1990. In de witte shirt is Lucas Schilder. Wat kan hij nog laten zien? Hier is party. Nou, die draait al best soepel. Vidal. Messi. Gaat hij dan nu komen? Messi, dragback? Nee. Goed verdedigd. Nog een kwart wedstrijd te gaan. Maandag is Bassi er als host. Dus ik weet niet of ik dan meedoe. Gaan we even kijken natuurlijk. Wie weet, we houden het open. Maar jullie kunnen allemaal meedoen. Dat is allemaal voor het goede doel. 1 euro donatie, dat is al genoeg om hier aan mee te doen. Mandy. Ingeleverd. Luca heeft nog 20 minuten. Het kan nog. Dat hebben we net ook gezien bij Levi tegen Paps. Waar het echt nog spannend werd. Levi kwam goed terug. Stond 2-0 achter. Maakte 2-1. Had kansen. En voerde de druk echt immens op. Maar Paps overleefde ten nauwe nood. En scoorde in de slotfase nog de 3-1. Toen het open lag bij Levi. Maar als Luca erin blijft geloven. En rustig blijft. Dan is hier nog van alles mogelijk. Amavi. Gaat hem meegeven. Vidal. Messi. Oef. Goed verdedigd door Bogdanel. Ja, ik verloor ervan. En ook nu laat hij iets goed zien tegen een goede speler.
betekent dat het niet echt een schande is. Maar dat wisten we eigenlijk al, want hij speelde gewoon echt heel goed. Het is ook een prima team en kan hier op naar 2-0. Messi, ja, zocht naar Eusebio, maar goed verdedigd door Luca. 12 minuutjes nog. Maar Luca is hem te snel kwijt. Al leek Bogdanel de bal er ook kwijt te zijn. Messi. Eusebio wil hem weer meegeven aan Messi. Ja, dat was te doorzichtig. En dus kan Luca weer. Haha, top. 0-20 naar 35. Ja. Ik vind het ook leuk om te doen, zeker. Maar het is wel echt, het is intensief om een paar uur te streamen. Dat is het echt. Video's maken is wat dat betreft iets makkelijker. En is in de meeste opzichten iets waardevoller, zeg maar. Maar streamen is heel erg leuk, zeker. Maar je merkt dat je er echt... je bent echt kapot na een stream. Je kunt je misschien niet voorstellen thuis, maar als je 3 uur... Gaan we eens gewoon echt 3 uur lang praten. En dan het liefst ook nog een klein beetje entertaining. En je nog focussen op een game, naar die schermen kijken. Misschien nog een chatje lezen. Ja. Aan de ene kant is het natuurlijk heel chill allemaal, maar... Het is heel leuk om te doen. Maar het is best wel slopend. Het kunnen veel e-sporters en bijvoorbeeld Bassie Stent hier in de chat wel beamen, denk ik. Ja, Damon, jongen, dit is niet normaal. Zenuwslopende slotfase. Jouw teamgenoot, Lucas Schilder, kan die het nog doen? 3,5 minuut nog. Het balbezit is voor Bogdanel, maar nu, nee, weer die Saint-Maximin. Daar kwam ik bij mij. Ja, hij tegen Tagliafico is gewoon een kansloos verhaal voor Nico. Die Saint-Maximin Fut Birthday is echt ongrijpbaar. Het is echt bloedirritant. Maar nu kan Luca nog 1 keer. Hier is hij met Party. Promes. Er is nog tijd. 90ste minuut is ingegaan. Messi. Oh ja, heeft hem nog steeds. Geeft hem mee. Machis. Messi komt er overheen. Is er nog energie? Is er nog uithoudingsvermogen? Promes. Nee, dat was te doorzichtig. Goed verdedigd door Bogdanel ook. Echt een goede speler. Hij mag het op gaan nemen tegen de grote paps van Ajax. In de finale van de allereerste Eredivisie Open Series. Jongens, van de finale gaan we ook meemaken. Hier is Bogdanel. Met zijn laatste aanval gaat hij nog 2-0 van maken. Dat gaat hij. Het is een killer. Na zijn 4-0 in de halve finale tegen een of andere prutser en veteraan. Ik weet niet wie, niet nader te benoemen. Is hij nu doorgestoten tot de finale van de Eredivisie Open Series, jongen. Met een 2-0 overwinning op Lucas Schilder. En dat betekent dat wij van de semifinal naar de finale gaan. Finale. En dan gaan wij eens eventjes kijken, jongens. Of we in kunnen bellen met de grote paps. Yes. Even kijken. Gaan we eens eventjes kijken hoe we dat kunnen fixen. Deze moet dan weg. Ik ga eventjes wat dingen proberen te regelen om ervoor te zorgen dat dit bij hem terecht komt. Dit moet bij hem terecht komen. Dan kunnen we zijn facecam de stream krijgen als hij dan alleen zijn gameplay zelf streamt, dan komt alles goed. Lekker zeg, jongens. Ja, dan gaan we hier nog even kijken naar wat beelden van onze grote vedette. 5 schoten tegen 2. Het is niet onverdiend geweest, maar het was wel een aardig gebalanceerd potje. Qua balbezit, qua pass accuracy. Niet veel meer schoten voor de man. Lucas Schilder heeft goed gezien. Hij zegt, Messi had geen zin om te prikken. Ja, die ene grote kans hebben we gezien hier. glas toe. In een call met paps, dat wil ik zien. Ja, het is niet zo'n heel spraakzame jongen, hè? Maar wie weet gaan we dit meemaken. Even kieken. Gaan we even deze erbij pakken. Even kijken of we weer naar de Twitch van onze grote paps kunnen gaan. Ja, dat doen we nu op dit moment maar eventjes. Gaan we dat eens eventjes doen. En die hebben we hier. We kijken nu met paps mee, jongens. In zijn weg naar de finale. Ik
kunnen natuurlijk nog eventjes de bracket laten zien. Om eventjes te zien hoe het allemaal zich heeft ontvouwen vandaag. Even zien hoe ik daar terecht ga komen. En dan gaan we die natuurlijk even refreshen, zodat we helemaal goed daar voor jullie de beelden van hebben. Ah, jullie zien het nu al trouwens natuurlijk. Ja, oké, okay, cool. Dit is wat er is gebeurd, jongens. In de playoffs, Levi, die zagen we in de halve finale tegen Paps. Er zijn nog 4 knockouts rondes geweest voordat we nu hier in de finale terecht zijn gekomen. Een of andere grote veteraan, vedette, Wijlando, die heeft ook nog een flink stuk, weet het overbruggen. Hier wonnen we met 1-0. Nee, niet met 1-0. Veel ruimere uitslag. 4-2 dacht ik. Van King Mark. En hier wonnen we in de laatste secondes met 2-1 van Tibor. Maar we gingen ten onder tegen Giannis FC. Oftewel Bogdanel. En die zagen we net dus zijn halve finale winnen. En hij komt in de finale hier uit tegen Papsery. En Papsery, die gaan we hier volgen. En ja, die zitten hier lekker kampjes bij. Hij zit te wachten totdat hij is uitgenodigd waarschijnlijk door Bogdanel. We krijgen Paps tegen Bogdanel. Ja, we hebben Bogdanel dus goed zien spelen. Tegen mij en zojuist tegen Lucas Schilder. Maar kan Bogdanel het ook laten zien tegen iemand van wereldklasse? Een legend als Paps, Curtis Poole. Dat is de grote vraag die ons allen nu bezighoudt. Ze gaan elkaar opzoeken, jongens. De spanning gaat stijgen. De thermometers moet je nu niet op warme plekjes stoppen. Want daar in het huis van Paps en het huis van Bogdanel, daar geeft hij dan echt hoge koorts aan. En dat wil je niet hebben in deze tijden. Laten we niet vergeten, jongens, dat we in strijd tegen het virus bezig zijn vandaag. Dat het daar allemaal om te doen is. Terwijl hier een fel licht van mijn eigen scherm afkomt. Dat hoef ik nou ook weer niet echt te zien hier zo. Sterker nog, ik ga dit schermpje gelijk uitzetten. Mijn FIFA-scherm hoeven we niet meer te zien. Daar hebben we schoon genoeg van. Hoppatee. En laten we dat niet vergeten, jongens. Alles voor het goede doel. En wil jij nou bijdragen? Wil jij doneren? Het allerleukste is als jij je gewoon aanmeldt voor het volgende toernooi op de maandag. Met Bassie als host hier op dit kanaal. Meld je aan. Abonneer je natuurlijk sowieso. En laten we ervoor zorgen dat het toernooi maandag ook weer een groot, groot succes wordt. Oh, Bassie stuurt wat leuks. Lekker zeg. Ah jongens, genieten. Kijk, dit is de ploeg van Pops. Hij speelt wel met gewoon normale Mbappé. Future star Lisandro en Promes. Hij heeft ze niet eens aan elkaar gelinkt. Dat is opvallend. Zeer opvallend. Dat is erg opvallend. Goed, Mbappé heeft Varaan nodig. En the other way around. Paps is nog steeds niet uitgenodigd. Ja, hij is ongeduldig. Hij heeft honger, denk ik. Hij wil eten. Net als ik. Maar jongens, het einde is in zicht. Kijk, er staat ook nog even 3,1 miljoen op de bank. Mighty Ducks. Leuk team. Leuk team. Jongens, wat denken jullie? Laat even weten in de chat. Wie denken jullie dat er gaat winnen? Gaat Bogdanel het laten zien tegen Paps? Of wat wordt de score? Geef even wat voorspellingen, jongens. Gooi eens eventjes wat interessante scores. Met mij gaat het goed, CR7. Absoluut. Met mij gaat het absoluut uitstekend. Ik heb alleen het idee dat Paps wil beginnen. Ja, we zitten natuurlijk wel echt flink met hem mee te kijken. Zou hij weten dat hij nu ook op dit kanaal te zien is? Waarschijnlijk denkt hij, ja, ik heb die 20, 30 Twitch-kijkers. Dat
Ole Majo. Kijk dat record. Ja, dat is echt bizar, ja. Dat is echt heel bizar. Maar dat gek zeg, zeggen we dan. Heel lijp. Heel knap. 2-1, 5-3 voor Paps. Paps gaat winnen. Dat record is inderdaad echt insane. 1-0 Paps, 3-1 Paps helaas. Ik ben geen fan van hem, zegt Extreme Gaming. Oké, dat kan. Hij weet van niks, zegt Jason. Waarschijnlijk niet. Paps wint met 3-1. Oké, dus op dit moment denkt in elk geval niemand dat Bogdanel echt nog een kans heeft tegen onze grote verdette. Follow me, John. Bogdanel, jongen, waar ben je? Yannis. Yannis, kom eens. Yannis, kom eens. Waar blijft je? We willen die finale nog eventjes graag een commentaar voorzien. En kijk, als hij niet opschiet, ja, dan wordt het natuurlijk een lastig verhaal, jongens. Waar is onze grote vriend? Bogdanel. Vergeet niet genoeg te drinken, jongens. Belangrijk. Kijk. Ah, Bogdan. Bogdan klinkt wel als een bekende naam. Bogdan Lobont. Zou het dan een Roemeen zijn? Bogdan. Het zou ook nog wel Bulgaars kunnen zijn of zo. Of misschien wel Turks. Ik vind Bogdanel, dat klinkt een beetje Gargamel. Maar het kan ook wel Turks zijn of zo. Bogdan. Jongens, waar komt Bogdan vandaan? Is Bogdan nog in de chat? Of weet de chat het antwoord? Of wat denken jullie waar hij vandaan komt? Paps, zijn streamnaam is gewoon Papsri. Come on, Yannis. Tudor, dat lijkt een vriend te zijn van Yannis. Waar komt Yannis vandaan? Heet hij nou Yannis of heet hij Bogdan? Of is Bogdan weer iets anders? Ik heb verloren van Bogdanel. Van Yannis dus. Dit is geen Spotify playlist. Dit is een no copyright sound playlistje. Bogdan is wel Roemeens. Ja, precies. Oh, jullie weten dat hij Roemeens is zelfs. Oké. Okay. Alright. Nee, precies. Ik ken Bogdan Lobont natuurlijk. Oud-doelman van Ajax. Dus ik weet dat dat inderdaad Roemeens is. Milan denkt Turkije. Bogdan Stanku. Bulgarije, denkt Jonas. Maar het schijnt dus Roemeens te zijn, jongens. Wie is hier allemaal Belg? Vraagt iemand. Dat zou ik ook wel eens willen weten. Oh, terwijl we allemaal nieuwe follows zien op zijn Twitch. Ja, dat zien wij nu ook gewoon in beeld. Maar dat is geen probleem. Wij kijken met hem mee, daar zijn we natuurlijk dankbaar voor. Welk background team heeft Paps op zijn PS4? Ik zou het niet weten. Vriendelijke vriend. Ja, er zit toch wel wat Belgen in de chat. Yannis is the first pro Netherlands Romanian player. Alright. Voor wie speelt hij? Voor wie is die pro? Hij moet even joinen, jongens. Kom. Hij is 18. Inderdaad, een Elite 1 top 100 speler. 18 jaar. Hij heeft me wel een pakje gegeven in de verlenging. FIFA Competitive Player, Free Agent, Romania, Netherlands. Zomaar op te halen, jongens. Grote teams, als jullie kijken. Jullie kunnen dit gewoon gaan checken. Hij is geen pro, zegt FIFA Hazard, Insta, Twitter. Ja, jongens, ze moeten wel even gaan spelen, anders dan... Dan houdt het op, vrees ik. Dan gaan jullie straks de beslissende finale wel zien op het kanaal van de Eredivisie. Op het Instagram kanaal komen de clipjes nog voorbij. En dan kan ik jullie verwijzen naar het Twitch kanaal van Paps als jullie wel live willen kijken.
Ik ben zo lang mogelijk nog bij jullie gebleven, jongens, maar de maag begint ook te knorren. Dus ik weet niet waar Janis Bogdan nog blijft. Ah, kijk. Nu heeft hij hem uitgenodigd. Kijk, dan gaan we beginnen, jongens. Dan gaan we helemaal los. Pops for you in. Daar gaan we, jongens. We gaan beginnen met die finale. FC Bior tegen Mighty Ducks. De 18-jarige free agent. Die al grote namen uitschakelde als Koen Weiland en Lucas Schilder. Zonder daarbij een tegendoelpunt te incasseren. Mag het nu gaan laten zien tegen de main man. Tegen de man van de E-divisie. Pop City. Way back. Alright jongens, daar gaan we. En laten we niet vergeten jongens, doe een duimpje omhoog bij deze stream. Meld je aan voor het toernooi van maandag. Vanaf 1 euro donaties kun je al meedoen. En al die donaties gaan naar het goede doel. Allemaal in strijd tegen de situatie waar we nu in zitten. In strijd tegen dat nare virus. En hij is afgetrapt door Bogdan. Door Janis. Laten we hem Janis noemen. Dat is zijn echte naam. En hij is los met zijn Saint-Maximin. Dat is toch wel de nieuwe man in deze game, zeg. Fut birthday Saint-Maximin. Saint-Maxima. Vervelende naam wel om uit te spreken. Saint-Max. Sinterklaas. Hoe moeten we hem noemen, jongens? Maxi. Zullen we gewoon Maxi noemen? Maxi. Hier is Maxi. Hij laat goede dingen zien, hoor. 5 minuten goed balbezit tegen Paps. Hoe snel kan Papsi dingen laten zien? Als grote pro-player van Ajax. Hier met Mbappé op de zijkant. Normale Mbappé. Gewoon de gouden 89 rated Mbappé. Kylian Mbappé. Hier is Ronaldo. Lisandro Martinez hebben ze allebei opgesteld. Dat is toch wel de meest gebruikte speler volgens mij. Bij alle pro's in deze eerste Open Series. Vinicius. Vinicius Junior. Interessant gevecht. Allebei een langdurige aanval gehad. Maar het strandde ergens in de 16, op rand 16. Hier is Messi nu. Voor Janis. Goeie bal in de 16. Oei, oei, oei. Uitstekend verdedigd door Paps. Op het moment dat het erop aankwam. Varaan. Opent richting Cancelo. Goeie actie dit van Curtis. Toch weer terug. Geen diepe bal richting de achterlijn. Gewoon terug naar de middenvelders achter de 16. Arnijn wil hem slepen, maar wordt weer goed verdedigd. En Janis laat zich gewoon zien hoor. Hier in de eerste 20 minuten. Aan alle grote organisaties die meekijken. Deze man is dus gewoon op te pikken. Laat goede dingen zien tot nu toe. En natuurlijk zegt dat misschien nog niet zo heel erg veel tot op dit punt. Maar als hij ook in deze wedstrijd gewoon goede dingen blijft laten zien. Ja, dan weten we genoeg met z'n allen. Als je tegen Curtis kans maakt, dan ben jij het goede hout gesneden. Goede hout. Hier is hij weer hoor, Janis. Hij is echt goed bezig. Oh, bijna. Jongen, jongen, jongen. Janis laat echt goede dingen zien. Half uurtje gespeeld. Hoe is het in de chat, jongens?
Van een gekkenhuis. Giannis is de nieuwe Tex. Wie heeft er alles van Giannis gehoord? Gaat Giannis zijn naam vestigen? Hier in de allereerste Eredivisie Open Series, jongens. Paps is niet normaal, absoluut. Het is iets zieks. Dean Niemeyer, welkom. Welkom, welkom. Jullie hebben heel wat gemist. De legend Ralf Suntjes die meedeed. We haalden zelf de kwartfinale. Maar nu is het tijd voor de finale. Half uur onderweg en ze zijn gewaagd aan elkaar. De Mighty Ducks van Papserie, van Curtis Poel. Nu in de 16 met Mbappé toch weer buiten. Maxima is hem kwijt aan Vinicius. Vinicius Junior. En laten we ook niet vergeten dat het team van Jan is toch iets minder naar. Dat kunnen we eigenlijk niet zeggen. Hij heeft ook Eusebio gewoon. Eusebio en Messi tegenover R9 en Mbappé. Zo zou je ongeveer kunnen stellen. Zijn Maxime hebben ze allebei. Hier is R9. Dit moet 1-0 zijn. Dit is 1-0 voor Paps. In deze finale. Laat hij het toch zien. Na iets meer dan een half uur spelen. Grote klasse. Gekke huis op de tribune hier. Ja, 400 kijkers toch nog, jongens. Hartstikke leuk. En laten we niet vergeten, jongens. Dit is allemaal voor het goede doel. Op de Instagram van Eredivisie. Volg die ook eventjes. Kunnen jullie voorbij zien komen waar het goede doel, of waar het geld uiteindelijk naartoe gaat van deze eerste Open Series. Naar welk goede doel precies. De winnaar helpt daarbij met die keuze. Nog belangrijker. Meld je sowieso aan voor het toernooi van maandag. We zijn nu met 400 kijkers. Oh, er is 1-1. Wat goed van Giannis. Hij laat zich echt zien hier. Wat een goede goal. En Vinicius Junior. Die doet het. Zijn shapeshifter neem ik aan. Zijn shapeshifter kaart. Bam. Gecurved schot. Geplaatst schot. Het is Alisson Becker te machtig. Ja, het is een shapeshifter. 39e minuut. Daarin doet hij het. De gouden minuut natuurlijk. Nee, ja, het is een knappe goal. Het is een heel knappe goal, jongens. En meer dan 400 kijkers zien nu hoe ongekend mooi deze finale aan het worden is. De onbekende 18-jarige Giannis laat zich zien in de finale tegen de grote Ajax e-sporter Curtis Poel. De beste man zo'n beetje op de PlayStation in seizoen 1 van de Eredivisie dit seizoen. Wat leuk ook dat hij meedoet aan deze eerste Open Series. En hij heeft hier een geweldige kluif aan de onbekende Giannis. En Giannis kan hier zomaar eens met 2-1 komen en dat doet hij. Wat een doelpunt. En wat een comeback. En wat een geweldige 5 à 10 minuten van Giannis aan het eind van deze eerste helft. Dragback, rammen, Eusebio. En het wordt toch steeds minder een schande dat ik 0-0 tegen deze jongen speelde en in de verlenging werd afgedroogd. Deze jongen is echt uit het juiste hout gesneden. Dit is echt een goede speler, zeg. Bogdan. Giannis. 2-1. Kan je die muis wegdoen in beeld? Ja, dat kan ik zeker. Mijn excuus daarvoor. Die is nu daar. Jongen. Hier is Saint-Maximin voor Curtis. Meteen 2-2. Nee. Maar wat een bijzondere finale. Je denkt aan die 1-0 van Curtis toch van, nou, dit wordt nu wel heel moeilijk voor de relatief onervaren Giannis, maar hij draait het gewoon even om. En Curtis moet nog maar zien of hij hier nog bovenop gaat komen. Einde eerste helft. Laatste aanval. Van Dijk. Promes. Nee, goed verdedigd door het Roemeens-Nederlandse talent. De tweede helft, jongens. Gaat niet volhouden, jongens. Kom maar even met andere voorspellingen. Voor de wedstrijd heeft niemand voorspeld dat Giannis zou gaan winnen. Maar gewoon 4-2. Het is niet onverdiend. Laat dat voorop staan. En kom maar door met die nieuwe voorspellingen. Gaat hij het volhouden? Wat denken jullie, jongens, in de chat? Paps speelt toch ook niet serieus? Nou ja, goed. Dat weten we niet. We moeten hem beoordelen op hoe hij nu speelt. En hij speelt niet slecht. Maar de goals van Giannis waren gewoon echt heel goed. Maar Curtis zou Curtis niet zijn als hij hier gewoon nog met 4-2 overheen kan klappen. Hè? Maar ik heb geen idee of Curtis serieus speelt.
als je toch zo wint tegen Levi en nu in de finale staat, ik denk dat hij toch wel weer wil winnen. 3-4 voor Curtis, 2-3 voor Paps. Oké, je doet nog steeds heel veel vertrouwen in een comeback voor Curtis Poel. Promes. Roberto Carlos, zag ik dat goed? Nee. Ik kan me niet voorstellen, toch? Ik denk dat ik even schil was daar. Hier is Lisandro Martinez. Ronaldo, dit moet een goal worden. Oh, goed ingestapt door Militao. Nee, Firmino natuurlijk. Ik zag alleen Roberto. Het is Firmino. Uiteraard. Hier is Martinez. Oh, bij mij is het weer in beeld. Excuses, jongens, daarvoor. Excuses. Ze hebben een iets andere stream opzetten dan ik gewend ben. Voor het eerst dat we dit zo doen met Open Series. Maar ik denk over het algemeen dat het best wel vlekkeloos is verlopen nog. En het kan alleen maar beter worden. Zeker met Bassi maandag als host. Dan wordt het sowieso alleen maar beter natuurlijk. En jullie kunnen dus allemaal meedoen maandag. Meld je sowieso aan. Ja, maar goed toch jongens. Ik denk dat Giannis meteen al wat bewijst. In deze wedstrijd. Meteen ook in de eerste helft al. Dat hij wel degelijk een uitdaging is. Ik snap wat jullie zeggen hoor. Dat Levi op papier een grotere uitdaging is dan Giannis. Maar laten we vooral gewoon de credits geven aan Giannis. En niet doen alsof Curtis hier niet gemotiveerd is voor deze wedstrijd. Mandy. Oei. Mbappé. Nog een half uurtje voor Curtis. Promes. Curtis bouwt heel geduldig aan een aanval, maar is hem nu toch weer snel kwijt in de as. Als hij eenmaal het centrum opzoekt, schuift Giannis daar weer in. En die is gewoon echt goed bezig. Eusebio, Vinicius, Martinez. Varane jankt hem naar de andere kant. Semedo. En kijk eens even, de ultra aanvallende tactiek van Curtis wordt nu uit de hoge hoed getoverd. 66e minuut. Halverwege de tweede helft van de finale zitten we. De finale van de eerste Eredivisie Open Series. Saint-Maximin houdt hem bij zich. Maar Giannis maakt ook niet echt meer aanspraak op een doelpunt in die tweede helft voorlopig. Giannis doet het gewoon goed, zegt ook Jason Glass in de chat. Curtis heeft finalevrees. Hij heeft al veel finales met penalties verloren, dat weten we. Strijders met gaan we lekker, zegt Tom Brands, absoluut. Als een raket gaan we 450 kijkers, jongens. Doe ook allemaal even dat duimpje omhoog voor de Eredivisie. Voor dit geweldige initiatief van de Open Series. Al het geld dat met deze acties wordt opgehaald, met deze toernooien, gaat dus naar het goede doel in strijd tegen corona. Dat verschrikkelijke virus wereldwijd. ...72e minuut. Messi. Daar is hij weer, Messi. Eusebio. Jan is op jacht naar een derde goal. Eusebio. Eusebio net naast. Maar hij laat zich echt zien hoor. Jongen. Geef deze man een contract. Deze kleine Roemeense verdette. Giannis gaat nu proberen die bal zo lang mogelijk in de ploeg te houden. De druk van Curtis is hoog. Veel man op de helft van Giannis. Maar dat betekent ook dat er ruimte komt voor Giannis om nog iets te doen in de omschakeling. Mandy. Messi. 4 tegen 4. 5 tegen 6. Kijk, nog 6 man gewoon op de helft van Curtis nu. Giannis gooit bepaald niet de pot dicht. En kijk eens, hij gaat hier scoren met Eusebio. Hij gaat hier zeker scoren. Dit is de beslissing in de finale. Giannis wint. Zoveel lijkt in elk geval duidelijk. Op dit niveau wordt dit zelden nog weggegeven. Of je moet Koen Weiland heten. Ja, dat is ook niet dit niveau. 3-1 Eusebio.
En Curtis gaat hier dus niet winnen. In deze allereerste Eredivisie Open Series. Giannis, de onbekende Roemeens-Nederlandse e-sporter. Zonder club zit hij. Hij is 18 jaar. Komt uit Vlissingen. Gaat hier, zo lijkt het. Nadat hij dus van mij won in de kwartfinale en van Lucas Schilder in de halffinale. Nu voor een daverende stunt zorgen, jongens, in deze Open Series. Door Curtis Poole te verslaan. Want kijk, weer balverlies. Giannis doet het goed. Natuurlijk is het voor Curtis qua motivatie iets anders dan al die andere grote wedstrijden waar heel veel geld op het spel staat. Daar zullen jullie ongetwijfeld gelijk in hebben. En hij had misschien ook niet verwacht dat hij, echt een flinke dopper zou gaan hebben aan Giannis. Maar die kan hier zomaar weg naar de 4-1 Messi. Eusebio, ja, daar is de 4-1 zeg. Kanonnen. Kanonnen, wat goed. Wat goed van Giannis. Hij dendert ook gewoon door. Jongen. Echt heel knap hoor. Ja, spam die chat maar jongens voor Giannis. Wat knap van hem. 18 jaar. Voor hem is het, kijk, laten we het vanuit zijn perspectief bekijken. Voor Curtis is het misschien niet zo'n belangrijke wedstrijd, maar hij doet toch mee en dan wil je winnen. En voor Giannis staat de druk er voor zijn gevoel natuurlijk volop. Hij nam ook even zijn tijd voordat hij aan de wedstrijd begon. Duurde lang voordat we echt in de finale zaten. Reken maar dat hij wel wat bepaalde zenuwen heeft gevoeld. Mag ineens in de finale op stream van de Eredivisie. Live tegen Curtis Poole. En hij heeft het geweldig gedaan. 4-1 is de eindstand. Natuurlijk is dat geflatteerd als je ziet hoe lang het gelijk opging. Maar hij maakte dankbaar gebruik van de ruimte. En dat betekent dat de eerste Open Series erop zit, jongens. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken, voor het liken, voor het delen, voor het steunen, voor het doneren. Bedenk goed, op Instagram kun je alles nog even zien. En kun je ook zien naar welk goede doel het uiteindelijk gaat. Dat is aan Giannis. En maandag zijn we er gewoon weer hier op dit kanaal met Bassie als host. Een nieuwe Open Series. Open Series nummer 2 zal dat dan dus zijn. Dankjewel, jongens. Geniet van je avond. Adios, tot ziens. Groetjes van de hele Eredivisie. Hier gaat Curtis nog één keer het doelpunt terugkijken van Vinicius. Wij niet. Adios. Tot ziens, jongens. Ciao, ciao.